Goedemiddag allemaal, welkom bij dit webinar van Ozonisatie met als thema Ozonisatie van RSD Event, Do's en Don'ts. Mijn naam is Ruud Schemen en ik mag vandaag jullie dagvoorzitter zijn. Ik ben zelf werkzaam bij Waterschap de Dommel en daar ben ik bezig met onder andere verwijdering van medicijnresten. We zijn hier met de Dommel bezig met een tweetal pilots op Hapert. En we zijn verder bezig met de voorbereidingen voor ozonisatie op Soerendonk en Hapert. Ik wil beginnen met een aantal mededelingen. Zoals jullie al hebben gehoord, wordt deze vergadering opgenomen. Ik hoop dat jullie het daar mee eens zijn. En anders dan moet je inderdaad zorgen dat je niet in beeld bent. Ik wil jullie vragen je microfoon uit te zetten. En als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie die stellen in de Q&A. Mirabella Mulder zal de vragen bijhouden. En als we aan het eind van het blok zijn, dan zal ik contact hebben met Mirabella om ze te stellen. En als we tijdens de sessie de vragen al kunnen beantwoorden, dan zullen we dat zeker ook doen. Tot zover de mededelingen. Dan zou ik nou het woord willen geven aan Cora Uytterlinde om iets meer te vertellen over het programma. Dag Ruud. En dag andere deelnemers. Je vraagt me om wat te vertellen over het programma, maar ik ga wat vertellen over het programma van het innovatieprogramma microverontreinigingen. En ik ga ook één sheet laten tonen over de resultaten van het versnellingsprogramma. Ik heb in totaal 3 minuten spreektijd nu gekregen en ik heb 3 sheets, dus het komt goed uit. De waterschappen, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hebben een versnellingsprogramma opgestart, bestaande uit 2 tranches. En de eerste tranche zien jullie hier. Die beslaat de periode 2020 tot 2023. En met een bijdrage vanuit het Rijk worden de komende jaren, op deze locaties, worden er allemaal effluent nabehandelingsinstallaties gerealiseerd. En grofweg worden die onderverdeeld in de ozoninstallaties en de poederkool in actief slipsystemen, de PACAS-systemen. En hierin kan je wel zien dat er de komende tijd 14 zuiveringen op de rol staan om aan te pakken bij 11 waterschappen. En dit is de eerste tranche en daarna volgt natuurlijk de tweede tranche. En de verwachting is dat er minimaal in de tweede tranche evenveel zuiveringen aangepakt gaan worden. Dus al met al, de waterschappen zijn goed bezig om medicijnresten, maar vooral de microverontreinigingen te verwijderen de komende jaren. Onderdeel van het hele programma is ook dat er een innovatieprogramma in het leven is geroepen. En dat staat op de volgende sheet. En het innovatieprogramma, daar komen dadelijk ook heel veel voorbeelden van voorbij, heeft als doel om nieuwe technologieën een versnelling te geven. Het programma heeft totaal een looptijd van 5 jaar. We zijn eigenlijk al halverwege. We zijn in 2019 gestart en het loopt tot en met 2023. En wat we doen is eigenlijk van een heleboel nieuwe technologieën, haalbaarheidsstudies. En we gaan allerlei pilots uitvoeren. Met het idee dat we de technology readiness level naar boven weten op te krikken. En dat ze aan het einde van de looptijd, dat er meerdere technologieën gewoon geschikt zijn om als eerste op demonstratieschaal toe te gaan passen of op full scale. En als je dan kijkt naar het programma, dat is op de volgende sheet. Daar zien we dat we meer dan 20 projecten hier vermeld hebben. Ze zijn geclusterd in een aantal thema's. We hebben nu echt een hele mooie portfolio met nieuwe technologieën in ontwikkeling. En vandaag komen er ook een aantal die hier rood gemarkeerd zijn, die komen voorbij. Dus kunnen jullie meteen ook zien van welke onderdelen van het innovatieprogramma vandaag geadresseerd worden. Nou, we hebben vandaag een mooi programma. We doen heel veel onderzoek. We doen haalbaarheidsstudies en pilots. En uiteindelijk willen we ook graag de kennis verspreiden. En vandaag is een van de mogelijkheden met dit webinar om met jullie stil te staan met de voortgang. En daar wou ik nu mijn intro bij laten, want ik denk dat we vandaag met name geïnteresseerd zijn in alle projecten die met ozonisatie te maken hebben. Ruud,
Yes. Ja, dankjewel Cora voor deze introductie. We gaan zo meteen beginnen met met de eerste blok van gezond water, kringloopsluiting op de waterketen. En daarbij wil ik starten met het woord te geven aan Martin Spruit, werkzaam bij PWNT, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met allerlei verschillende oxidatieprocessen. Martin, mag ik jou het woord geven? Dankjewel Ruud voor de introductie. Mijn naam is Martin Spruit en ik neem jullie in deze presentatie mee naar het onderzoek over ozonisatie en keramische microfiltratie. Dit is uitgevoerd binnen het GeOzon-project. Het is een mooi samenwerkingsproject tussen drinkwaterbedrijf PWN en OGM-raadschap Hollands Noorderkwartier. En waar is die samenwerking nou eigenlijk uit ontstaan? Dat is de situatie specifiek in Noord-Holland. We hebben het IJsselmeer en aan het IJsselmeer liggen twee dorpjes, de Werfershoofd en Andijk. In de Werfershoofd staat de RSTI van HNK. Een vrij grote RSTI en indirect wordt dat RSTI-effluent teruggevoerd naar het IJsselmeer. En daar is het innamepunt voor PWN voor zowel drinkwater als voor het WRK-water. En WRK-water is halffabrikaat voor drinkwater en industriewater. En als we het dan hebben over hoogwaardig hergebruik, RST-effluent hergebruik, dan zou je eigenlijk al kunnen stellen dat in Noord-Holland RST-effluent indirect al onderdeel is van de bron voor drinkwater. En de huidige focus van de wetgeving, ja, die is voornamelijk gericht op de afbraak van medicijnen, met name die gifstoffen, of er nou 11 zijn, of 19, of 16. Maar als je gaat kijken naar hergebruik, dan zijn tal van andere verontreinigingen relevant, zoals overige medicijnen, microplastics, pesticiden, antibiotica-resistente genen, protozoen, bacteriën, virussen, noem maar op. Dus als we gaan kijken naar een scenario voor hergebruik, ja, dan moeten we inzetten op een geïntegreerde multibarrière voor waterbehandeling. En de ambitie in dit GeOzon-project van zowel PWN als HNK is dan ook afvalwaterbehandeling voor hoogwaardig hergebruik. En om dat hoogwaardig hergebruik te bewerkstelligen, moet je je bron kennen. En in het begin van het project, in 2016, 2017, is voor tot wel 75 stoffen geanalyseerd in het RST-effluent van Werfershoofd. En daaruit bleek dat eigenlijk elke stof wel gevonden werd van medicijnen en pesticiden in een range van tussen de 1 en de 3500 nanogram per liter. En een grote uitschieter was metformine. Die werd op verschillende momenten tot wel 3500 nanogram per liter gevonden in het RST-effluent. Nou, heeft dat dan ook invloed op de bron voor PWN, het IJsselmeer? Nou ja, zeker. Als je kijkt naar de verhouding van die stoffen waarin ze worden teruggevonden in het IJsselmeer, vlakbij het innamepunt, dan zie je ook weer zo'nzelfde uitschieter, metformine, dat medicijn tegen diabetes. En RST-effluent, er is een verband met de bron voor drinkwater. En dat rechtvaardigt dan ook de inspanning om in te zetten op afbraak van medicijnresten uit RST-effluent. Nou, daartoe is voor dat hergebruik is een processchema opgezet. Dat bestaat uit de bron voor het hergebruik, dat is het RST-effluent van Werfershoofd. Een ozonisatiestap voor de afbraak van organische microfiltreinigingen. Een coagulatiestap voor organische stofverwijdering. En een barrière voor pathogenen, een keramische microfiltratie. En het doel van dit processchema is hoogwaardig hergebruik. En als referentie waterkwaliteit gebruiken we WRK-water. En met deze technologie kijken we eerst, is deze waterkwaliteit te bereiken? Of is er een eventuele nabehandeling nodig met bijvoorbeeld een actief kool of een UV? Laten we eerst eens inzoomen op de ozonisatiestap, die afbraak van de OMT's. Daartoe is in de afgelopen jaren een benchscale-opstelling gebruikt, een bellenkolom. En dit is een geconditioneerd systeem om met batches van RST-effluent heel geconditioneerd te kunnen kijken wat de afbraak van medicijnen is en wat de bromaatvorming is als functie van een specifieke ozondosering. Nou, om die ozondosering specifiek vast te kunnen stellen, moet je weten wat de concentratie van de ingaande ozon is, van de uitgaande ozon en wat de concentratie van ozon in water is. En dat is allemaal mogelijk met deze opstelling. En dus voor de selectie van de medicijnen is het in het onderzoek belangrijk geweest om naast de gidsstoffen ook te kijken naar de componenten die slecht reageren met ozon. Hier rood omcirkeld
zie je een aantal van de gitstoffen. Die hebben een vrij hoge reactiesnelheidsconstant met ozon. Maar er is ook bewust voor gekozen om medicijnen te pakken die een slechte reactie aangaan met ozon. En te kijken wat daarvan dan de afbraak is. Nou, wat je hier ziet is dat bij een relatieve lage ozonisering van een ozon-DC met 0,4 staat tot 1, dat voor de meeste componenten je al vrij makkelijk een verwijdering van boven de 75% bewerkstelligt. En ja, juist die componenten die een lage reactiesnelheidsconstant hebben met ozon, ja, die zijn lastig af te breken. Dus is er in het ozon, of is er in het onderzoek gekeken naar ozonregimes die wat hoger zijn dan wat we zojuist zagen. Kun je ook een afbraak van die moeilijk te verwijderen stoffen bewerkstelligen met een hoge ozondosering? We kijken nu naar metformine. Dus dat is juist ook die component die zo aanwezig was in dat RST-efferent. En die een lage reactiesnelheidsconstant heeft met ozon. Wat je ziet is dat als je een hoger ozonregime toepast, je ook daadwerkelijk een grotere afbraak krijgt van die stof metformine. Maar nu hoor ik u al denken, ja heel leuk, die ozondosering verhogen. Maar hoe zit het dan met die bromaatvorming? Ja, daar hebben we naar gekeken. En inderdaad, als we naar de blauwe punten kijken, op de x-as zie je de ozondosering. En als je die ozondosering verhoogt, dan zie je op de y-as dat je echt wel tientallen microgrammen per liter bromaat vormt. En dat is natuurlijk een groot probleem. Daartoe is gekeken naar geavanceerde oxidatie. Dat is een combinatie van ozon en waterstofperoxide. Dus dat je met OH-radicalen gaat werken. En wat je ziet is dat of je nou je ozondosering verhoogt, je kunt de bromaatvorming beperken. Dus een combinatie van ozon en peroxide zorgt voor maximale verwijdering van OMV's, maar een minimale bromaatvorming. Maar ozonisatie is niet het enige verhaal in dit hele onderzoek. We willen ook een barrière voor pathogenen inbouwen. Dus hebben we gekeken naar de invloed van ozon niet alleen op de verwijdering van medicijnen, maar ook op de invloed van ozon op de keramische microfiltratie. En nog steeds het doel, hergebruikscenario. En we hebben een opstelling gebruikt, een pilotopstelling met ozoninbreng en keramische microfiltratie. En in deze presentatie gaan we in op de situatie dat er geen voorbehandeling is met ozon en wel een voorbehandeling met ozon. Als we dan kijken naar het drukprofiel van het membraanproces, dan zien we hier op de x-as zien we de tijd. Dus we hebben een 24 uur test gedaan. Op de y-as zie je de transmembrane pressure. En wat je ziet is dat voor de blauwe punten, dat bij 120 LMH, dus 120 liter per vierkante meter per uur, die flux, zie je dat de initiële TMP, de initiële druk, telkens weer bereikt kan worden na elke reiniging van de membraan. Maar als je de flux ietsjes verhoogt naar 145 LMH, dan zie je dat binnen 24 uur de drukopbouw te groot wordt. Het membraan raakt vervuild, je kunt het niet meer schoonmaken met je backwash-regime. Dus je loopt tegen problemen aan, drukopbouw. En dat is geen duurzaam proces. Wat gebeurt er nou als je het proces voorbehandelt met een ozon, met een dosering van 7 mg per liter? Dan zie je dat je de flux tot wel 2 keer zo hoog kan verhogen. Tot wel 245 LMH. En ja, als je nog hoger probeert te gaan, naar 270 LMH, dan zie je binnen een paar uur al een gigantische drukopbouw. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar het feit blijft dat we kunnen concluderen dat ozonvoorbehandeling ervoor zorgt dat je een fluxverbetering krijgt van 120 LMH naar 245 LMH. Maar de vraag, die natuurlijk ook zeer relevant is, zo niet relevanter, heel leuk, die membraanperformance, zeker, dat is belangrijk, operationeel aspect. Maar hoe zit het met de waterkwaliteit? Wordt die ook verbeterd? Nou, daarbij hebben we uiteraard gekeken naar de afbraak van die medicijnen in de pilot. Bij die specifieke dosering van 7 mg per liter, waar je die fluxverbetering zag, zie je nu ook weer, je ziet een hoge verwijdering van de meeste pharmaceuticals op degene die slecht te verwijderen zijn, nou, zoals metformine. Ook hebben we gekeken naar antibiotica-resistente genen. En wel voor verschillende strengen. Dus op de x-as zie je verschillende antibiotica-resistente genen. En we hebben gekeken wat is de aanwezigheid in het RST-effluent, in de blauwe balkjes. Welk deel wordt verwijderd na ozonisatie, de gele balkjes. Welk deel wordt verwijderd na keramische microfiltratie. En hoe verhoudt zich dat dan tot onze referentie waterkwaliteit, WRK.
Wat je ziet is dat ozon een deel van die antibiotica-resistente genen verwijdert. Maar niet alles. Daarvoor heb je membraanfiltratie nodig. En hoe verhoudt zich dat dan tot WRK? Nou, vergelijkbaar of zelfs beter. Luc Hoornstra gaat hier ook overigens nog meer over vertellen. Dus dat is leuk, dat houden we nog te goed. Maar voor virussen zien we dezelfde trend. Ozonisatie verwijdert een deel van de virussen die aanwezig zijn in RCT-effluent. En keramiek zorgt ervoor dat je de rest nog verwijdert. En je komt weer op een vergelijkbare situatie wat betreft waterkwaliteit. Wat we dan ook kunnen concluderen is die 70% afbraak van gifstoffen, ja, die is bij een relatief lage ozonisering al wel reëel. Maar als je gaat kijken naar een hergebruikssituatie, ja, dan moet je ook naar overige medicijnen kijken. En je wilt een hogere afbraak bewerkstelligen dan die 70%. Als je hoger gaat in je ozonisering, dan wil je de bromaatvorming beperken. Dat kan door middel van AOP, Advanced Oxidation Process. En ozon zorgt niet alleen voor afbraak van medicijnen, maar ook voor een fluxverbetering van je membraan. En voor de verwijdering van pathogenen heb je toch echt een multibarrière nodig. Dus ozon alleen is niet genoeg en keramiek kan daarvoor een goede technologie zijn. Dus vanuit zowel een operationeel als een waterkwaliteitsaspect kun je concluderen dat ozon in combinatie met keramische microfiltratie een veelbelovende technologie is voor het hergebruik van RCT-effluent. Dit hebben we uiteraard niet in ons eentje gedaan. TKI-project is hier heel belangrijk voor geweest, samen met KWR. HNK en PWN trekker van dit traject, samenwerking. Bram Delfos is een belangrijke naam te noemen voor de omzetting van de medicijnenonderzoek. Megan White voor de membraan performance test vanuit de University of New Hampshire. Dr. Joop Kruithof als adviseur van technologie binnen PWN en PNT. En uiteraard het STOA IPNV-programma waar wij onderdeel van uit mogen maken. En al deze onderzoeksresultaten hebben ook geleid tot een opschaling naar de pilot circulair, grotere capaciteit en klaar om continu proeven te doen. En hiermee dank ik u voor uw aandacht. Dank u wel. Dank u wel, Martin, voor deze veelheid aan informatie. Je hebt heel wat sheets gepresenteerd in een korte tijd. Ik kan me voorstellen dat mensen daar nog vragen over hebben. Nou, zoals eerder aangegeven, die kunnen jullie in de chat stellen. En dan kan Martin die eventueel beantwoorden of we kunnen daar later nog op terugkomen. De tweede presentatie in dit blok Gezond Water wordt gegeven door Luc Hoornstra. Luc is werkzaam bij KWR en houdt zich met name bezig met zaken op het gebied van microbiologie. En gaat ons nu iets vertellen over de microbioloogische aspecten in het onderdeel Gezond Water. Luc, mag ik jou het woord geven? Even kijken. Klopt het zo? Zien jullie mijn presentatie? Prima. Ja, oké. Okay. Ja, Ruud, dankjewel. Eigenlijk is dit een heel mooi vervolg op het verhaal wat net werd verteld. Ik ga wat vertellen over de microbiologische risico's van hergebruik. Omdat het microbiologie deel is eigenlijk best onderbelicht op het gebied van hergebruik van water. Misschien begin ik wel met de grootste open deur van de hele dag. Maar in ieder geval, de risico's zijn vooral afhankelijk van de toepassing. En dat is wel heel belangrijk, want afvalwater, dat kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren hergebruiken. Irrigatie is bekend, aanvulling grondwater voor drinkwater. Voor industrie, zoals in dit geval bij Wervershoofd, industrietoepassingen. En je ziet dat er wel regelgeving aan het ontstaan is in de EU, vooral op het gebied van irrigatie. Maar het is eigenlijk net een beetje in de beginfase. En die regelgeving, ja, die moet dus eigenlijk nog voor een aantal toepassingen gewoon ontstaan. Dus een risicoanalyse is wel heel belangrijk. Dus ja, het is een open deur, maar hij is zo belangrijk dat ik hem toch even nog verder openzet. De gezondheidsrisico's, chemische gezondheidsrisico's en microverontreinigingen is eigenlijk best veel aandacht voor, zoals jullie allemaal weten. Dus daar ga ik in dit verhaal niet verder op in. Microbiologie wel, omdat we dat in Wervershoofd ook hebben gemeten. En dat geeft dus ook informatie over microbiologie onder dit soort condities. Er zijn natuurlijk ook nog technische risico's, bijvoorbeeld biofilms.
Als je veel nagehuurpotentie hebt in je water en je wilt het bijvoorbeeld gebruiken voor irrigatie, dat je problemen krijgt met druppelaars die verstoppen en dat soort zaken. Dus ook daar moet je naar kijken. Dus je moet eigenlijk gewoon goed kijken waar gebruik je het water voor en waar zit dan het risico. Ik wil iets meer vertellen over microbiologische risico's, omdat ik niet zeker weet of iedereen weet hoe dat normaal gesproken gaat. En dat doe ik analoog aan drinkwater. Want ja, drinkwater, dat onderzoeken we natuurlijk al heel erg lang en hebben we een heel goede norm voor. Als je ja, een beetje weet hoe dat zit, dan kun je dat eigenlijk makkelijk projecteren op waterhergebruik. Voor drinkwater is de norm eigenlijk, mensen mogen niet ziek worden van het drinken van drinkwater. Dat is eigenlijk heel logisch. En de norm is eigenlijk als 1 op de 10.000 mensen ziek wordt van het drinken van drinkwater, vinden we dat acceptabel. Nou, dat klinkt misschien in eerste instantie als best een hoge norm, maar als je bijvoorbeeld weet met voedselveiligheid en voedselinfecties, 1 op de 6 mensen heeft dat, dus die norm is 1 op 6, dan valt 1 op de 10.000 erg mee en is die zelfs heel erg streng. Nou, wat kun je vinden als je bijvoorbeeld van oppervlaktewater drinkwater wilt maken aan micro-organismen? Heb je te maken met protozoa, bacteriën en virussen. En de conclusie is, je kunt gewoon van allemaal ziek worden. Dus je wilt ze allemaal niet in je drinkwater hebben. Wat is dan die norm? Dan zeg je van, nou, je kunt heel makkelijk, dan meet je wat zit voor en wat zit er in je drinkwater. En dan weet je of het veilig is of niet. Het probleem is, als je volgens die norm werkt, die net is één infectie per 10.000 inwoners per jaar, dan is de norm eigenlijk 1 virus ruwweg in een zwembad. Nou ja, je weet dat is gewoon niet te meten. Dus waar je ideale situatie waar je naartoe wilt, die kun je feitelijk niet meten met metingen. Dus wat wordt er eigenlijk gedaan? Er wordt gebruik gemaakt van indicatororganismen. En dat zijn indicatororganismen voor fecale verontreiniging. Die zijn wel in hoge concentraties aanwezig in de feces van mensen en dieren. En omdat veel van die ziekteverwekkers ja, een fecale herkomst hebben, is eigenlijk de belangrijkste indicator, vind je fecale indicatoren in je water, dan weet je eigenlijk, er is iets aan de hand. Er is een potentieel risico dat er ook ziekteverwekkers zijn, dus dat moeten we niet hebben. Dus we gebruiken die indicatoren, die meten we routinematig, om iets te zeggen over de ziekteverwekkers. Nou, bij hergebruik van afvalwater ja, doe je eigenlijk hetzelfde. Want je kijkt naar waar wil je het voor hergebruiken. Nou ja, in dit geval is het industriewater. Maar dan kun je bijvoorbeeld kijken, zijn er bijvoorbeeld brandvoorzieningen of douches op aangesloten of dat soort zaken. Dan kun je toch kijken van, zouden daar risico's kunnen zijn. Wat Martin al zei, bij Wervershoof, ja, het gezuiverd effluent moet minimaal gelijk zijn aan het WRK-water. Dus dat was een beetje het kader waarin we hier hebben geëvalueerd. Nou, wat ik net vertelde eigenlijk, hier heb je een hele rij ziekteverwekkers, plus de antibiotica-resistentiegenen die net al even lang zijn gekomen, wat natuurlijk geen ziekteverwekkers zijn, maar wel een ja, gezondheidsdreiging, zeker als die aantallen toenemen in het effluent. Dit zijn ziekteverwekkers, de pathogenen zijn ziekteverwekkers die je daadwerkelijk kunt meten, maar wat we meestal meten, dat zijn die indicatororganismen, zoals ik hier heb neergezet. Daar hebben we kweekmethodes voor. Je kunt ze ook met DNA-gebaseerde methodes meten. Die zijn wat gevoeliger. Alleen die kunnen ook een soort van vals positieve geven. Want als een bacterie door ozon is geïnactiveerd, dus dood is, dan kun je met DNA-methodes toch meten, omdat zijn DNA nog aanwezig is. Martin heeft net ook al de processtappen weergegeven. Dus effluent RWZI na ozon, verschillende doses en AOP en na keramische filtratie. Nou, alles waar een cirkeltje op staat hebben we gemeten, maar ik ga ze niet allemaal laten zien vandaag, want ik pik er een paar uit voor het totale beeld. Wat je hier ziet, dat zijn de protozoa, Cryptosporidium en Giardia. Dat zijn best lastige metingen. Zijn belangrijk om te meten wel, want dit zijn echt ziekteverwekkers die echt op het moment dat je in je drinkwater zitten, of in ieder geval, deze vormen een duidelijk gezondheidsrisico op het moment dat dit drinkwater zou zijn. Wat je ook ziet vaak bij ziekteverwekkers is dat aantallen kunnen enorm variëren. Dit is een logaritmische schaal, dus hier zit al een factor, nou ja, hier zit een factor 10 in, dit zijn de crypto's, dit zijn Giardia's, dit zijn twee verschillende data wat je hier ziet, en dit zijn eigenlijk, dit zijn twee verschillende effluent monsters. Wat je ziet is, als we dit een aantal keer zouden herhalen, dan kun je uitschieters krijgen van die soms een factor 10.000 van elkaar verschillen. En dat is ja, dat is kenmerkend van
ziekteverwekkers in effluent. Als we dan kijken naar ons indicatororganisme voor protozoa, dat zijn sulfietreducerende sporen. Die naam hoef je niet per se te onthouden, maar dat is in ieder geval een indicator die we gebruiken. En je ziet gelijk het voordeel, die zitten er tot een concentratie van 10 tot de vijfde in. Echt hoog dus. En dan kun je dus ook goed meten hoeveel je inactiveert op het moment dat je met ozon dat effluent behandelt. Gaat er ruwweg een log vanaf. Bij keramische filtratie zie je echt een flinke reductie. En dat klopt ook, want die sporen kunnen eigenlijk niet de keramische filtratiestap passeren. Ze zijn groter dan de poriën van een keramisch membraan. Nou, bij hogere ozondoses zie je inderdaad, in vergelijking met de lage, een betere inactivatie. Na keramische filtratie weer zijn ze weer volledig weg. Wat je wel ziet is die combi van, en dat zien we hier, dit is dus weer RWZ-I-effluent, en dit is de combi van ozon en peroxide, dus AOP. En die doet het in dit geval voor de micro-organismen toch echt een stuk minder dan ozon alleen. Dat hebben we bij alle micro-organismen gezien, dus daar is wel iets aan de hand. Laat ik hier de bacteriën zien. Dit zijn weer de ziekteverwekkers, Campylobacter. Hier zie je wel echt een duidelijk verschil. Hier zitten de 10 per liter in en hier zitten maar 0,1 per liter in. Dit zijn weer twee verschillende dagen. Er zit gewoon verschil in. Eigenlijk hebben we dit gemeten om een beeld te krijgen van die ziekteverwekkers in het effluent. Maar het bevestigt een beetje wat we altijd zien. En ze zitten altijd in en ze variëren enorm in concentratie. Kijken we dan weer naar de indicator. Het indicatororganisme voor bacteriën, dan hebben we in dit geval E. coli. En die zie je weer in hoge concentraties aanwezig. En je ziet eigenlijk een vergelijkbaar plaatje als wat je net zag bij de sporen. Ze gaan redelijk snel omlaag naar ozon. En de bacteriën kun je net wat makkelijker verwijderen met ozon dan sporen. En na de keramische filters zijn ze eruit. Verder zie je een plaatje wat eigenlijk heel erg lijkt op die andere. Ook de AOP-stap is minder effectief hier dan ozon alleen. Dan laat ik nog wat virusgetallen zien. Virussen zitten in nog hogere aantallen in dit indicatorvirus in nog hogere aantallen in effluent dan de bacteriën. Ook ziekteverwekkende virussen die hebben we niet gemeten, want die analyses zijn erg duur en ook niet per se nodig om te weten. Maar we weten wel dat is in effluent echt hoge aantallen ziekteverwekkende virussen kunnen zitten. Dus virussen moet je echt goed kunnen verwijderen. Nou ja, hier zie je dus dat ozon echt een groot effect heeft op de virus, dus dat werkt heel goed. Hier zien we een klein piekje, dus het zou kunnen dat af en toe een virus door je keramische membraan heen komt. Dat zou ook daadwerkelijk kunnen, want de virussen zijn wel kleiner dan de poriën van een keramische membraan. En je ziet dat ze best goed presteren, de keramische membranen, maar bij virussen is de barrière niet 100% waterdicht in vergelijking bijvoorbeeld met grote organismen, want die worden gewoon door size exclusion tegengehouden. Dan nog die resistentiegenen. Je ziet hier een heleboel balkjes en dat zijn eigenlijk de eerste twee zijn sulfonamide resistentie, daarna krijg je quinolone resistentie en daarna krijg je tetracycline resistentie. Niet zo heel erg belangrijk, er zijn op zich een heleboel groepen resistentie. En als je goed in het effluent kijkt, dan vind je nog veel meer resistentiegenen, maar je moet er een aantal uitpikken om een monitoring te doen. Die zie je ook goed verwijderd worden door de verschillende processtappen. Behalve deze sulfonamides, die op het moment dat die na de keramische filters zijn, zie je dat ze wel zijn verdwenen. Hier is wel een opmerking bij op zijn plaats, want de keramische filters halen deze genen er goed uit, maar dat komt waarschijnlijk omdat die genen nog in bacteriën zitten, in intacte bacteriën. Wat je wel ziet is bepaalde oxidatieve behandelingen, die kunnen een bacterie echt kapot maken, dus kapot breken. Dan komt de binnenkant eigenlijk, wat in de bacterie zit, komt naar buiten en het DNA dus ook. En DNA zelf is veel kleiner natuurlijk dan een bacterie en kan mogelijk wel de keramische membranen passeren. Dat is iets wat we hier natuurlijk niet hebben getest. Dit zijn een soort van eerste metingen op dit gebied. Die zien er heel goed uit. Maar dit is wel iets van wat dan weer echt goed is om verder te kijken voordat het een vals gevoel van veiligheid geeft. Het is een heel mooi resultaat, maar er zit wel een kleine kanttekening bij. Nou, als ik het samenvat, dan zie je eigenlijk ozon, lage doses, is op microbiologiegebied best al goed, maar nog niet goed genoeg. Daarvoor heb je die keramische filtratiestap nodig. Dan ga je in dit geval toch wel echt richting de kwaliteit die het WRK-water zelf ook al heeft. AOP zelf is niet zo succesvol
En een hogere dosis, ja, doopt meer bacteriën af. Martin zei het ook al, een multiberrie is echt wel heel erg belangrijk, want als gauw ergens maar iets fout gaat bij een singleberrie, ja, dan gaat het heel snel mis met micro-organismen. Dus een multiberrie lijkt me wel echt een ozon plus een fysische stap zoals filtratie, dat is wel een maak je methode veel robuuster. Omdat virus en resistentiegenen keramische filtratie kunnen passeren in theorie, hebben ze wel wat extra aandacht nodig. En zeker resistentiegenen, daar zijn we eigenlijk net mee bezig om dat te monitoren. Dus dat is sowieso een gebied wat echt wel nog wat meer aandacht nodig heeft. Om te weten hoe effectief die nou echt worden verwijderd door dit soort processen. Dit heb ik eigenlijk al gezegd. Dus op basis van wat we vinden, is de microbiologische kwaliteit vergelijkbaar met het WRK-water. Dus in die zin is dit experiment en wat we vinden eigenlijk heel goed geslaagd. Als ik dan even terugkijk en het weer iets breder maak dan alleen dit experiment, dan wil ik eigenlijk meegeven dat er is gewoon een hele grote microbiologische toolbox aanwezig die we kunnen gebruiken voor hergebruik en afvalwaterbehandeling. Ik denk dat we daar goed naar moeten kijken, want afvalwaterbehandeling, ja, het risico waar we het voor inzetten bepaalt het risico. En dat is dus ook de tweede boodschap. Dat is nog niet helemaal bekend wat de risico's zijn, omdat het relatief nieuw is. Maar belangrijk om ernaar te kijken voordat er misschien argwaan komt. Of dat mensen denken van, hoe zit dat? Is het goed om het onderzoek eigenlijk al gepland te hebben of opgestart te hebben? Zodat je weet van, ja, we zijn ermee bezig. Pilots zijn natuurlijk heel goed om de pilot zelf te testen. Maar ik zou ook zeggen van de niet-wettelijke parameters die we nu eigenlijk een heel scala hebben laten zien, die kunnen we ook alvast testen, want een aantal van die testen die zijn ook nog in ontwikkeling. Dus ik zou zeggen de pilots, de ontwikkeling van de pilots, laat het analoog lopen met het ontwikkelen van goede testmethodieken. Daar hebben we dan tijdens de processen daarna ook wat aan. Dat geldt vooral voor resistentiegenen waar dit eigenlijk nog allemaal erg nieuw is. Ik heb gezegd, de beperkte informatie vanuit de regelgeving op dit moment is dat vereist van onszelf eigenlijk veel meer alertheid. We kunnen niet teruggrijpen op al jarenlange regelgeving op dit gebied. Hoewel ik hier over microbiologie heb gesproken, zijn chemische en toxicologische bedreigingen natuurlijk ook heel relevant. Technische bedreigingen wil ik ze eigenlijk niet noemen, maar technische ongemakken kunnen ook eigenlijk een heel experiment om zeep helpen, dus moet ook gewoon goed nagekeken worden. En uiteraard ook milieu-impact van de hele zuiveringstrein. Dus het is weer een heel plaatje waarbij eigenlijk elke component weer belangrijk is. En dat is eigenlijk denk ik waar ik ook wil afsluiten. Ik heb de tijd niet in de gaten gehouden. Ik hoop dat ik een beetje binnen de tijd ben gebleven. Dank voor je presentatie. Op het einde ben je wel iets meer in de uitleiding gegaan. Dus we zijn een beetje over de tijd heen gegaan. Maar ik denk dat jullie mooie resultaten hebben laten zien hoe je microbiologisch naar dit soort ontwikkelingen kan kijken. En ik denk in de toekomst zullen we het schoongemaakte effluent door middel van allerlei technieken waarschijnlijk veel meer in willen gaan zetten voor diverse toepassingen. En daarbij is microbiologie een heel relevant onderwerp. Dus we zullen er zeker nog veel gebruik van maken. Dankjewel voor je presentatie nogmaals. Als ik naar de volgende stap in het programma kijk. We hebben nu een tweetal presentaties gehad. Waar heel erg, in de vorm van data daarin zijn meegenomen met de ontwikkelingen die er zijn geweest. Dit onderzoek, geozond water. Daar is ook een heel mooi filmpje van gemaakt. Waar was op visuele wijze meeneemt in diverse ontwikkelingen. En ik wil jullie uitnodigen om de komende 4 minuten naar dat filmpje te kijken. En na deze presentatie zal er nog een laatste. Na dit filmpje zal een laatste presentatie zijn over dit onderwerp. Ervershof, geozond. Medicijnrestenverwijdering. En meer. Wij halen medicijnresten uit het water. Waarom doen we dat? Dat is een goede vraag. Waarom doen we dat eigenlijk? Ja, we halen natuurlijk medicijnresten uit water. Dat is een onderdeel van de microverontreiniging. Er zitten natuurlijk veel meer in. Microplastics, antibiotica-resistentie, om er maar een paar te noemen.
Ja, dat zijn opkomende stoffen, eigenlijk stoffen die er al heel lang in zitten. Maar omdat we het water de afgelopen jaren steeds schoner hebben gemaakt, beginnen we het nu te merken. En begint ook de ecologie het te merken. In 2015 zijn we ermee begonnen in ons waterprogramma. Toen hebben PWN, Rijkswaterstaat en LTO het bij ons op de agenda gezet. En hebben we in ons waterprogramma beloofd dat we in 2020 daar een ambitie zouden vaststellen. Maar ja, dan moet je wel weten waar het over gaat. Dus zijn we in 2016 samen met PWN zijn we gaan onderzoeken wat precies het probleem is en hoe we dat zouden kunnen oplossen. We zijn natuurlijk, kennen jullie allemaal, de landelijke hotspots geweest. Dit is een van de hotspots, omdat dat een grote zuivering is, 300.000 IE. Maar het is ook een hotspot omdat we lozen op het IJsselmeer. En het IJsselmeer is de bron waaruit PWN zijn water produceert. Nou, PWN heeft natuurlijk heel veel ervaring met drinkwatertechnologieën die juist microverontreinigingen er ook uit kunnen halen. Wij hebben ons natuurlijk altijd bezig gehouden met het nitraat en het fosfaat. Het is geen microverontreinigingen, dus vandaar dat die werelden nu bij elkaar komen. Dus nu gaan er chemicaliën door het membraan heen, wordt die schoongemaakt. En straks hoor je dan een harde knal en dan wordt het zeg maar gebackwashed. Dus de ambitie is gaan voor circulair water in de hele waterketen. Die samenwerking is echt essentieel. Je kunt niet zomaar denken, men neemt een bak RST-effluent, we nemen technologie A, B en C, we doen er wat leuks mee en we zien het wel. Nee, het gaat echt om een integrale aanpak in de hele waterketen. Dus daar hoort een drinkwaterbedrijf bij en zeker ook die samenwerking met de OMG-maatschap. De aanpak is in die zin ook heel doelmatig vanuit echt een wezenlijk doel. Dat is die bronbescherming, dat is die mogelijkheid te onderzoeken of je tot een industrie waterkwaliteit kan komen. En als je dat daadwerkelijk wilt bewerkstelligen, dan hoort daarbij dat je ook echt onderdeel bent van het proces. Dus dat je het niet allemaal uit handen geeft en in die zin afhankelijk bent van allerlei andere factoren. We willen ook die kennis echt in huis hebben en willen onderdeel zijn van het proces, zodat we daadwerkelijk dat doel ook kunnen bereiken. We denken groot, we denken circulair. En als je zo gaat denken, dan denk je eigenlijk van 2050 terug. En dan denk je na wat nu de goede stap is. In plaats van dat je vanuit het probleem begint, we hebben medicijnresten, dan neem je misschien de kleinste stap die nodig is om dat te doen. Misschien doen we nu wat te veel, weten we nog niet, maar dat gaan we wel leren in de toekomst. Hier gaat gebeuren. Wat je hiervoor ziet, die grote zandplaat met die... Met dat hout eromheen, daar komt daadwerkelijk de proefzuivering te staan met daarachter de generatoren. Hier komen de inbrengsystemen binnen, het leidingwerk. En in de hoek hier kunnen de pilotinstallatie van PWNT. En de kuil daarachter, als ik het goed zie en het even in mijn hoofd heb, dan komt daar de ozoncontacttijd van een van de twee straten. We gaan twee straten van 2x350 bouwen. En bij één komt een ozoncontacttent waar we daadwerkelijk die... Ja, met die bellen aan de gang gaan. In diezelfde straat wordt ook een venturi ingebouwd, zodat we kunnen om en om bedrijven. En in de andere straat komt een roturi te zitten van het up-to-e systeem. Voor 700 kuub per uur gaat hij behandelen. Daarmee halen we een deel van dit pepermuntje eigenlijk halen we eruit. Met denk groot en neem kleine stappen, dat is eigenlijk wat we hier doen. Nou, een indrukwekkend filmpje moet ik zeggen, waarin je toch laat zien dat je de hele watercyclus echt helemaal rond kan maken van drinkwater, dat je gaat gebruiken tot afvalwater en zo meteen weer opnieuw kunt beginnen. Ik vind het een heel interessante materie. En om dit blok af te ronden, wil ik zo meteen het woord aan Ronald Kolen geven. Ronald Kolen is beleidsadviseur innovatie bij Hoogheemmaatschap Hollands Noorderkwartier. En zoals je in het filmpje ziet, al een hele tijd bezig met dit onderwerp, om hem echt rond te krijgen en wat erbij komt kijken. En zeg maar de tijd ver vooruit. En in de komende 8 minuten ga jij ons de laatste
dingen vertellen die nog in het, niet in het filmpje voorkomen, maar waar jullie nou mee verder gaan. Mag ik jou het woord geven, Ronald? Ja, Ruud, dank je wel. Ik neem aan dat jullie het scherm zien, daar ga ik maar even vanuit. Ja, ik zal toch wel iets dubbel vertellen hoor, ben ik bang. Ja, wat ik in het filmpje ook al vertelde, we hebben afgesproken in 2015 dat we een bestuurlijke ambitie zouden vaststellen. Dat is ook gebeurd uiteraard. En eigenlijk ons bestuur was er laaiend enthousiast over en die zei vooral microverontreinigingen horen er niet in en ga ermee aan de slag. En ga ermee aan de slag, dat betekent dat we een demo gaan bouwen. We gaan door met het onderzoek met PWN en we gaan kijken hoe kunnen we het voorkomen. En daar zijn we ook mee bezig door mee te doen aan de FTO's van de farmaceutische overleggen. Nou, hebben we dat dan gedaan vanaf 2015? Dat is eigenlijk via deze dromen durven doen pijl. Van links zie je Noord-Holland met een waterdruppel erboven waar alles nog in zit. En rechts zie je een waterdruppel die helemaal circulair is en mooi glimmend. En dromen is eigenlijk begonnen in 2015. Toen hebben PWN, PWNT en HNK elkaar gevonden op dit onderwerp. En hebben we een project Geozond Water opgericht. In het logo zie je al waarom het Geozond heet. De drie O's van ozon. En toen hebben we al bedacht van nou, het zou wel heel mooi zijn om die watercyclus te kunnen sluiten. En dat is waar we tot nu toe mee bezig zijn. Nou, wat hebben we dan allemaal gedaan? Even een kort overzicht. We hebben ondertussen al een ton of 7 uitgegeven. Aan de linkerkant zie je benchscale of laboratoriumonderzoek. Linksonder zie je Bram Delfos staan, die net ook genoemd werd. Bij IAE zijn proeven gedaan. In het midden staat het TKI-verhaal, waar niet alleen PWN en PWNT in zaten, maar ook de BRK-contractanten, om dat even netjes te zeggen. Daar zitten Waternet, maar ook afnemers Kraan van Gelder en Tata Steel in. De eerste fase daarvan is afgerond en daar zijn we gestart met een nieuw vervolgonderzoek. Rechts zie je het pilotonderzoek wat PWNT heeft gedaan, wat ook in het TKI-onderzoek is gebruikt. 100 liter per uur pilot, waar we net ook voor stonden in het filmpje. En rechts staat het onderzoek wat afgelopen najaar heeft plaatsgevonden. Dat hebben we samen met Elico en Up2i gedaan. Er heeft een roturi een aantal maanden gedraaid en we heel veel dagproeven mee gedaan. En daar zal ik jullie ietsjes meer over laten zien wat we daar geleerd hebben. Nou, dit is de pilot. Het plaatje van de benchscale, het laboratoriumopstelling, zoals die bij het laboratorium in HWL staat, staat er ook nog even bij. Dat komt omdat we de beide hebben we met hetzelfde water steeds de testen gedaan. We hebben dagtesten gedaan, monster genomen op de dag dat we het hebben gedaan en dat tegelijkertijd door het laboratorium gedaan. Zo hebben we een goed vergelijk gehad tussen de roturi, zoals je die daar op dat plaatje ziet, en de bellenkolom. Uiteraard zit er een groot schaalverschil tussen, dus je kan het niet helemaal vergelijken, maar het geeft wel een hele goede richting en of dat een goede technologie is. Nou, wat hebben we daar gezien? 7 van de 11 stoffen die zijn eenvoudig te verwijderen. Je ziet hier een plaatje van op de x-as ozon tegen DOC en op de y-as de afbraak. De bolletjes zijn van het roturi-systeem van Up2i en de streepjes zijn van de bellenkolom, zoals die in het laboratorium stond. Nou, je ziet dat daar wel wat verschil in zit, maar over het algemeen kun je zeggen, het heeft behoorlijk goed verwijderd, ook al bij lage ozondoseringen. Wat je wel ziet is, dat zie je aan de oranje, waren ongespijkte testen en de blauwe, de donkerste bolletjes en streepjes, dat zijn gespijkte testen. En daar zie je toch wel een opvallend verschil. Met de niet gespijkte testen kwamen we niet veel hoger dan 90%. En gingen we spijken, kwamen we daar wel boven. En dat had gewoon alles te maken met de detectielimiet waar je tegenaan loopt. Op een gegeven moment kun je er niet meer onder kijken. En dan, we hebben een factor 100 volgens mij gespijkt. En dan kun je het goed zien wat het rendement daadwerkelijk is. En je ziet toch enig verschil in inbrengsystemen. En de gedachte daarbij is, zo'n roturi maakt hele kleine belletjes, heeft dus een heel groot specifiek oppervlak. En de bellenkolom maakt natuurlijk grotere bellen met een kleiner specifiek oppervlak. Dat is alleen nog een gedachte die we daarbij hebben, waardoor dat zou kunnen zijn. Maar dit is waar we nu zijn in dit onderzoek.
Uiteraard hebben we ook naar bromaat gekeken. Ook daar zie je weer verschillende inbrengsystemen. Ook hier zijn de bolletjes weer het Uptoi roturi systeem en de streepjes de Bentz-Scheel-Bellekolom. En daar zie je toch wel systemen die bromaat gevormd zien worden. Overigens is dat, hoeft dat niet zo'n heel groot probleem te zijn, want je zag dat bij 0,5 hadden we al een hele hoge verwijderingsrendement. En dan hebben we nog nauwelijks bromaatvorming. Dus je ziet onder de 5 microgram per liter. Nou ja, maar het blijft een risicobromaat. We hebben er wel vertrouwen in dat we daar toch mee om kunnen gaan. Dit plaatje was al eerder gezien bij Martin. Dat zodra we tegen dat probleem aanlopen, kunnen we natuurlijk altijd overstappen op geavanceerde oxidatie. En kunnen we alsnog de bromaat trimmen. Ik hoop niet dat dat moet, maar er is een oplossing. Nou, zoals Luc ook al vertelde, er is naar veel meer gekeken in dit onderzoek. Luc heeft zich vooral op de virussen en de microbiologie laten zien, maar we hebben nog veel meer gedaan, nanodeeltjes. Maar we hebben ook naar effectmetingen gekeken. Dat zie je in het plaatje. Ik hoop dat mijn cursor het doet. Dat jullie hem zien hier rechtsboven. En wat je daar ziet, het effluent na ozon, na microfiltratie en het WRK-water. En wat je eigenlijk wil vooral op deze even richten. In effluent is er natuurlijk een groot ecotoxicologisch probleem. Plusjes zijn niet goed, minnetjes zijn goed, om het zo maar even te zeggen. En dan zie je dat ozon eigenlijk op alle metingen die we gedaan hebben, en dat hebben we meerdere keren gezien, het eigenlijk al het water verbetert. Dus ook dat geeft ons wat rust in een besluit om zo'n ozoninstallatie te gaan bouwen. Nou, dan kom ik op de bouw. Wat gaan we dan doen? We gaan het in ieder geval zelf doen en zelf leren. Dat is eigenlijk hoe we het hele onderzoek hebben ingestoken. We proberen zoveel mogelijk eigen mensen vrij te maken. Samen met PWN het te leren, het zelf ook te doen, mouwen opstropen en aan de gang. Dit is het plaatje van Nederland met hier Wervershoofd. Dit is de zuivering en op de zuivering komt het op deze plek, gaan we de demo-installatie bouwen. Dit is wat we gaan bouwen. We hebben dat ontwikkeld in een bouwteam samen met Elico. We gaan ongeveer 7 miljoen investeren en krijgen 2,5 miljoen subsidie daarvoor. Dat betekent dat er zo'n 3 ton aan kapitaalslasten zijn, 6 ton aan exploitatielasten. Dat is inclusief 2 FTE die we extra hebben gevraagd om het zelf te kunnen doen. En als het goed is, zijn we eind dit jaar, komt die in bedrijf. Klein beetje erin kijken. Er komen 2 straten te staan. Hier is een straat en dit is de tweede straat, 2x350. Hier zitten de bellenbeluchting en de contacttank. En hiervoor zit een Venturi-systeem, wat ik ook in het filmpje al vertelde. Dat is de timer. Wat ik in het filmpje ook al vertelde, dat is, dat gaan we om en om bedrijven. Hier staat de roturi. In deze groene, hier staan de pilot-installaties van PWN, wat in het STOA IPMV-programma komt. Waarom doen we dat? Nou, waarom doen we meerdere straten? We zoeken een optimum rendement, bromaatvorming. Dat soort zaken. We willen natuurlijk naar ecotoxiciteit kijken en ontwerpgrondslagen. En als laatste wat we gaan doen, daar komt Wim Oudenaar later in het programma, gaan we een digital twin bouwen. Het doel daarvan is, we willen eigenlijk meer dan eens per maand weten, want we gaan in principe maar 1 keer per maand de medicijnresten meten. We willen ook beter kijken naar de hoge rendementen. Zoals in het begin verteld, zie je die eigenlijk niet door de detectielimieten. Nou, we hopen dat met een digital twin wel te kunnen. En uiteindelijk willen we kunnen sturen en kunnen testen. Ja, dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. Dank jullie wel. Dankjewel, Ronald, voor deze uitgebreide presentatie. Volgens het schema hebben we nu 10 minuten de tijd om vragen te stellen. Het viel me op dat tijdens jouw presentatie, Ronald, het geluid even wegviel. Dus ik weet niet of mensen in de tussentijd nog vragen hebben gesteld. Mirabella, kun jij aangeven of er over deze 3 dingen vragen zijn geweest? Misschien is het handig om dan Martin en Luc ook in beeld te brengen. Ja. in de chat zijn een aantal vragen gesteld, maar ook al wel beantwoord.
Er gaat één meer over het doel van het project. Die vraag die wordt gesteld door Johan Raap. Johan, wil je die zelf stellen? Door je camera aan te doen en je microfoon? Oh, dat was eigenlijk niet de bedoeling dat ik hem zelf stel. En ik stel hem netjes via de app. Ja, ik vind het wel een heel interessant onderzoek. En waarom doe je dat? Doe je dat vanuit ecologie? Ik hoorde dus al over die bedrijven. Dan ben ik altijd benieuwd van en welke bedrijven zitten erop te wachten. Later hoorde ik inderdaad die papierfabriek. Dan ben ik de naam kwijt. Die bietenpapier nu maakt. Hè? Maar dat terzijde. Hè? Dat is ook heel leuk. Daar gaan we niet niks over zeggen. En Tata Steel natuurlijk. Zitten bedrijven erop te wachten? Die zitten op een flinke afstand. Hè? Die zitten in Velzen. Dus dat is nog een flink traject. En wat ik hoor is dat er heel vaak, ook in Brabant, binnen ons waterschap AMA's, wordt er ook hard aan gewerkt. En welke bedrijven zitten er nu op te wachten? Hè? Dat is even een thema. En hoe is die samenwerking dan met die bedrijven? Toevallig zit ik ook in het DBC, Dutch Biorefinery Cluster. En spelen die thema's ook. En het is goed om daar aan te denken. Vandaar mijn vraag. En wat doet dat Wilhelmina-pepermuntje erbij? Laat dan een XTC-ding zien of zoiets, maar niet Wilhelmina-pepermunt. Ik snap die metafoor niet. Mag ook uitgelegd worden. Zal ik als eerst maar even dat Wilhelmina-pepermuntje doen? Wilhelmina-pepermuntje is 5 gram en dat is ongeveer wat er in 1000 kuben afvalwater zit. Dat is alles. Je snapt wat ik bedoel, hè? Ja, ik snap wat je bedoelt. En wie mag ik het woord geven over die andere vraag van Johan? Waar zit de afnemer van het schoongemaakte water? Daar kan ik wel iets over zeggen. Ja. Ik denk dat het ook niet zo simpel is dat je dat water van A naar B gaat en dat je gewoon één afnemer hebt en je verkoopt iets. Maar dat is ook een proces wat je met elkaar in moet gaan. En dat is ook wel gedaan in het TKI-project. Dus daar is ook heel bewust voor gekozen om niet alleen met PWN en HNK iets te doen. Maar enerzijds vanuit de inhoud ook samen te werken met een KWR. Daarin ook waternet bij te betrekken. En ook die WRK. En dat is denk ik wel een unieke situatie in Noord-Holland. Dat in Andijk wordt een deel van het WRK-water gemaakt. Ook natuurlijk op andere plekken. En je hebt ook, wat betreft transport, gaat er ook WRK-water van de ene kant van Noord-Holland, rond Andijk, naar de andere kant van Noord-Holland, in het westen, waar ook Tata Steel nu al afnemer is van het WRK-systeem. En dat is dan dus ook heel bewust voor gekozen om WRK als referentie waterkwaliteit te nemen. Omdat je dan in theorie vanuit je hergebruik van RST-effluent dat dan in een WRK-leiding zou stoppen. En die infrastructuur is er dan al. En dat is denk ik wel relevant voor de context binnen dit project. En in die zin is er dus ook bewust voor gekozen om die WRK-contractanten er al bij te betrekken. In die het zou niet zo kunnen zijn, Martin, dat op het moment als het opnieuw gebruikt zou worden door Tata of Kroon, dat je een andere kwaliteit, hè, dat je toe kan met een minder hoge kwaliteit dan WRK-kwaliteit. Nou ja, dat zou kunnen, maar het is niet waarschijnlijk om daar je doel op te om je daarop te focussen. Op dat doel van, nou kan het niet een onsje minder. Je moet er gewoon voor zorgen dat het ook wat betreft pathogenen veilig is. En daar ook weer niet te lichtjes over doen van, oh joh, dat is wel ongeveer vergelijkbaar met. Ja, daar moet je wel gewoon uitvoerig onderzoek naar doen. En in die zin moet je wel echt een referentie waterkwaliteit dan hebben. Ja, het is mooi om goed de lat mooi hoog te leggen, toch? Dat je hoge kwaliteit nastreeft. Aanvullend daarop is ook dat je... we hebben in het TKI-project ook gezocht naar wat zijn nou de referenties dan. En die vind je eigenlijk niet. Je vindt infiltratiekwaliteit, je vindt KRW-kwaliteit, je vindt drinkwaterkwaliteit. En dan houdt het wel een beetje op. En bij WRK kun je... Die kwaliteit is er. Dus als je metingen doet, kun je die ook meteen meenemen. Dus dan... en anders, waar meet je het anders aan? Dat is wel een hele lastige. Ja, je kan het meten aan het doel waar de desbetreffende bedrijven het voor willen toepassen. Ja. Ronald, mag ik even reageren? Lambert, het gaat hier om klanten, hè? De eindgebruiker. Maakt u er gebruik van? Dat spel heeft plaatsgevonden 2 decennia geleden in Zeeuws-Vlaanderen.
Dat ging meteen met 3 keer 3 miljoen kubieke meter waterhergebruik, 2 decennia geleden dus. Het is misschien even schrikken, naast alle gerespecteerde technologie is de boodschap het volgende. Een groot geheim. Het werd 2 decennia geleden werd besproken in mosselrestaurants in Filipijn. Dat betekent comfort clientèle. Dus naast techniek en uw zeer gerespecteerde ambitie, moet je je proberen in te werken in de afnemer. De cliënt, comfort, die wordt tot op zekere hoogte wordt die de baas. Dus je moet uit die schulp kropen. En ik denk dat dat ons succes is geweest in Zeeuws-Vlaanderen, inclusief koppelingen met Belgische boeren. Het is allemaal gelukt. Het water werd 3 keer hergebruikt, maar eigenlijk denk ik na al die jaren nog steeds terug aan mossels in Filipijn. Met alle respect voor techniek hoor, maar het gaat om een groepje mensen die elkaar gaan aanvoelen. Helemaal eens. Misschien dat ik het even kwijt mag. Kopieer het gewoon, het is reuze gezellig. Ja. Ja, nee, maar helemaal eens. Dat is ook waar we druk mee. We hebben nu natuurlijk, het is een technologische samenkomst, webinar. Maar we hebben ook een heel transitiespoor, noemen wij dat dan. En dat gaat wel, dat gaat inderdaad over. Dan moet je echt uit de stulp. Helemaal, schulp heet dat, hè? Helemaal eens. Ja, en dan nog een kleine aanvulling. Lambert, sorry, ik wil het hierbij beëindigen, want we hebben een vrij strak schema en we moeten zo meteen verder naar de volgende sprekers, want anders zouden we die echt tekort doen. Ik denk, wat Ronald precies zegt, dat de kern van dit hele project is en het kern van IPNV is, dat we juist met z'n allen samenwerken. En ik denk dat wat Ronald, Luc en Martin hier vanochtend hebben gepresenteerd, dat heel mooi laat zien hoe we met z'n allen samenwerken. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar de resultaten die straks zullen volgen. En ik wil het vragenblokje hier mee afsluiten. Als er nog vragen zijn, hè, je kunt ze nog steeds stellen in de Q&A. En dan zullen wij daar en met name de sprekers antwoord op geven. Maar ik zou nu graag door willen gaan naar het volgende blok. En daar zou ik het woord willen geven aan Ado de Wit, die werkzaam is bij Roran Schoon in DRV. En in die hoedanigheid druk bezig is met verschillende projecten voor de verwijdering van medicijnresten. En hij is wat dat betreft een echte krek in het vak. Hij is zelfs ook gepromoveerd. Dus ik denk dat Arnoud ons heel veel kan vertellen. Mag ik jou het woord geven, Arnoud? Jazeker, Ruud. Dank voor deze fantastische introductie. Ik wil jullie meenemen in het thema oxidatieproducten. Een van de dingen die zou kunnen ontstaan, of een van de vele dingen die kan ontstaan bij oxidatie. Dat is een studie die voeren LEAF en Roy Haskoen DV samen uit binnen het innovatieprogramma. En daar kijken we naar alles wat er gevormd wordt, wat de effecten daarvan zijn en of er ook mitigatiemaatregelen zijn om uiteindelijk tot een handelingsperspectief te komen. Wat de waterschappen zouden kunnen gebruiken. We zijn nog bezig met de studie, dus ik neem jullie mee door de stand van zaken zover als de studie nu is. Ja, het doel van de studie is om tot een handelingsperspectief te komen voor de inzet van oxidatietechnieken voor de verwijdering van micro's, waar we het vandaag over hebben. En een belangrijke, of eigenlijk 3 belangrijke poten waar het over gaat, is de chemische, de ecologische en de drinkwaterdoelstellingen van het oppervlaktewater. We lozen het effluent uiteindelijk. En dat heeft een aantal functies. Daar gaat de hele studie om. De deliverables zijn eerst een literatuurstudie. Oftewel het fundament waar we alles op baseren later. En daarna de handreiking, wat een handelingsperspectief moet bieden. Nou, we zijn momenteel in de afrondende fase van de literatuurstudie, dus daar kan ik jullie al iets over vertellen. Wat is de aanpak? De literatuurstudie is voornamelijk gebaseerd op ratio. Of voornamelijk, ik zou zeggen 100%. Daar streven we in ieder geval naar. We hebben namelijk gemerkt dat het thema oxidatieproducten best een thema is waarbij emoties spelen. Ga het bij jezelf even na. Misschien begint er al iets te borrelen. Maar er zijn gewoon een heleboel gevoelens en emoties om het thema. En wij vermoeden dat die voornamelijk uit onbekendheid of onwetendheid voortkomen.
En daarom hebben we een nadrukkelijke focus gelegd op de ratio. We willen op basis van de beschikbare informatie vanuit pilots in Nederland, pilots in het buitenland, full-scale installaties en een hele hoop wetenschappelijke literatuur de feiten boven water halen en daarop een literatuurstudie baseren. Nou, daarvoor, zoals je ook al kunt zien, werken we samen met buitenlandse partijen. In Duitsland en vooral in Zwitserland zijn ze gewoon al een aantal stapjes of een aantal jaren verder op dit thema. En kunnen we ook nog veel van ze leren. We hebben voor de onafhankelijkheid een panel aan externe experts betrokken bij de studie. Daar zitten Joop Kruithof en Roberta Hofman-Karis in als experts oxidatie in Nederland. Christa McArdle en Urs van Goenten zijn, ik zou haast zeggen, wereldleiders op het gebied van oxidatie. Dat zijn bij de Zwitsers, bij EAWAG werkzaam. En het RIVM is ook aan boord van deze studie. Carolien Moermond en Melvin Faber werken mee. Daarnaast worden we ook nog begeleid door een begeleidingscommissie vanuit STOA. Dus er is heel veel man aan boord om deze studie goede richting te geven. Als de literatuurstudie is afgerond, dan komen we tot een handreiking. Die gaan we opstellen. Daarbij leren we vooral van anderen. In Zwitserland is al zo'n handreiking. En dat is heel kort gezegd een gij zult document. Daarin staan een aantal stappen. Bijvoorbeeld, heeft uw RWZT een zeer hoog bromidegehalte? Ga dan niet over op ozonisatie, bijvoorbeeld. Dergelijke stappen zullen wij voor de Nederlandse situatie ook gaan verkennen. Van wat is nou handig, wat niet? Wat moet je doen? Wat moet je vooral wel beschouwen? Wanneer is iets misschien een probleem, wanneer niet? En welke maatregelen zijn te treffen? Wat ook heel belangrijk is, is de draagvlakcreatie onder de hele waterketen. Bij alle waterketenpartners willen we de handreiking, met alle waterketenpartners willen we de handreiking gaan bespreken, om tot een zo hoog mogelijk draagvlak te komen. Want zoals net ook al in de vorige presentaties werd laten zien, is het een samenspel wat veel partijen betreft. En in Nederland zeker ook de drinkwaterbedrijven. Nou, dan een aantal eerste inzichten of uitkomsten van de literatuurstudie, tot zover. We zijn begonnen met de identificatie van mogelijke oxidatieproducten. Grofweg zijn die op te delen in anorganische en organische verbindingen. De nummer 1 anorganische verbinding, jullie vast allen bekend en vandaag ook al eerder gemeld, is bromaat. Dat is wel stofje nummer 1 en misschien ook wel stofje nummer 1, 2 en 3. Daar gaat er een heleboel over. Daarnaast hebben we ook nog stoffen als chromaat, chloraat en gechlorineerde stoffen. Ik moet wel zeggen, de studie focust enkel op de techniek ozonisatie. Dit is omdat dat in de huidige situatie de enige oxidatieve techniek is die als referentietechniek ook geldt in Nederland. Er zijn eigenlijk momenteel geen andere haalbare oxidatieve technieken op de zuivering van effluent. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld gechlorineerde verbindingen minder relevant zijn dan ze zijn bijvoorbeeld bij UV-behandeling. Als we kijken naar de organische componenten, dan springen de carbonielen als een van de belangrijkste groepen eruit. En onder carbonielen vallen heel veel verschillende stoffen. Aldehydes, ketonen, carbonzuren. Formaldehyde, misschien bij jullie bekend, is een bekend stofje. Dat zijn stofjes die gevormd kunnen worden tijdens de oxidatie. En die eigenlijk vooral worden gevormd door de watermatrix die aanwezig is. Niet zozeer vanuit de microverontreinigingen zelf, maar het organisch materiaal wat al aanwezig is. We hebben ook de nitrosostoffen. Bijvoorbeeld nitrosamines, een bekende is NDMA, die worden gevormd. En uiteraard ook de transformatieproducten van de gitstoffen of andere microverontreinigingen zelf. Als je bijvoorbeeld diclofenac of carbamazepine oxideert, wat goed gaat, dan hou je in de meeste gevallen geen CO2 over, maar een tussenproduct. Dat zijn transformatieproducten en die zouden potentieel ook een toxische waarde kunnen hebben. De volgende stap in de studie is het bekijken van de effecten van de afvalwatercompositie op de vorming van die oxidatieproducten. Een van de belangrijkste parameters daarin is de bromideconcentratie, die de bromaathoeveelheid bepaalt. Maar niet minder belangrijk is ook de organische stof die in het afvalwater aanwezig is, doorgaans gemeten als DOC. Die twee samen die bepalen in grote mate de hoeveelheid oxidatieproducten die je hebt. Andere parameters die een rol spelen zijn ammonium, de alkaliniteit, opgeloste bestanddelen, pH en temperatuur. Deze allen bepalen in meerdere of mindere mate de vorming van oxidatieproducten. Als we dan kijken naar het ontwerp of het proces van oxidatie,
Dan zijn er ook een aantal parameters die grote invloed hebben. Nou, een van de belangrijkste is de ozondosis zelf. Hoeveel ozon breng je in je water? En ook hoeveel restozon blijft er dan nog over? Die is vooral bepalend voor de bromaatvorming. De contacttijd is daaraan gekoppeld, is een belangrijke parameter. De toevoeging van hulpstoffen. Martin heeft al laten zien dat waterstofperoxide toevoegen een positief effect kan hebben. Zo zijn er een aantal hulpstoffen die je zou kunnen toevoegen. Je kan ook goed nadenken over je reactorconfiguratie. Een bubbelkolom versus sidestream, wat bij geozond onderzocht wordt. Daarnaast is voorbehandeling een optie. Er zijn een aantal voorbehandelingsopties geïdentificeerd die daadwerkelijk de oxidatieproductenvorming beïnvloeden. Neem bijvoorbeeld het wegvangen van DOC voor een ozonbehandeling. Juist omdat DOC ook zo'n belangrijke parameter is. Een andere optie of strategie is de nabehandeling. Je kan in een nabehandeling ook nog sommige oxidatieproducten weer afbreken. Nou, tot zover even het inzicht. Wat zijn dan de voorlopige uitkomsten? Zoals ik zei, de studie is nog niet afgerond, maar we hebben wel een aantal voorlopige uitkomsten die al gedeeld kunnen worden. Een van de belangrijkste uitkomsten is dat elke casus uniek is. Elk afvalwater is anders. Effluent A is niet effluent B. We zien grote verschillen tussen Zwitserland, Duitsland en Nederland. Maar we zien ook grote verschillen tussen Oost-Nederland, West-Nederland. En zelfs binnen West-Nederland zien we verschillen tussen zuivering A en zuivering B. Dat is gewoon een heel belangrijk gegeven. We zien wel dat in heel veel gevallen oxidatieproducten worden gevormd. Maar dat de formatie sterk afhankelijk is van de dosis en de watermatrix. Bromaat, NDMA en de carbonielen zijn eigenlijk de meest relevante componenten. En in sommige gevallen overschrijden de concentraties ook de PNEC-waarde. Netto gezien kun je wel zeggen dat de ecotoxiciteit afneemt door ozonisatie. Het komt misschien enigszins negatief over, al dat het oxidatieproducten gepraat. Maar uiteindelijk zijn we wel bezig met het verwijderen van heel veel medicijnresten. Dus in totale toxiciteit zien we dat we heel veel stoffen verwijderen. En bijvoorbeeld een estrogene of een antibiotische activiteit enorm afnemen. Andere stofjes zoals pesticiden worden ook afgebroken. En in enkele gevallen komt daar een andere of soms eenzelfde toxiciteit voor terug. Maar netto gezien is de afname gewoon heel erg groot. En ben je ecotoxicologisch gezien doorgaans goed bezig. We hebben ook laten zien dat er diverse maatregelen zijn waarmee je de oxidatieproductenvorming kan mitigeren. En het dus kan voorkomen. En het is heel erg per zuivering afhankelijk in hoeverre dat zoden aan de dijk zet. Sommige technologieën of maatregelen die bieden slechts kleine beetjes hulp. Sommige wat meer. Het betekent niet dat in alle situaties ozon altijd kan waarschijnlijk. Want je zult in sommige gevallen gewoon moeten concluderen dat het misschien niet zo handig is. Daar zijn ze bijvoorbeeld in Zwitserland ook heel erg handig in. Door met die handreiking te werken. En dan uiteindelijk kunnen concluderen dat sommige situaties zich niet lenen voor oxidatie. En sommige zich uitermate goed lenen voor oxidatie. Voor zover de update van de studie waar we nu zijn. We proberen rond de zomer de literatuurstudie af te ronden. En in de loop van dit jaar ook de handreiking op te stellen. Prima, dankjewel voor de presentatie aanhoud. Ik rond me even af omdat ik merk dat we behoorlijk uit het schema lopen. Mark, hartelijk dank voor jouw presentatie. En we zijn heel nieuwsgierig naar wat er zometeen na de zomer uit is gekomen. En we zien jou zometeen nog even terugkomen. Dankjewel, Arnoud. Dan wil ik eigenlijk gauw doorgaan naar de tweede presentatie uit het blok. En dat gaat over modellering. Wat zijn de voordelen van modellering? Waarom willen we het doen? En daarbij wil ik Wim Oudenaert het woord geven. Wim is oprichter van het AM-team. Een bedrijf gespecialiseerd in lastige processen. En ik heb me laten vertellen dat Wim het verleden is gepromoveerd op ozon. Dus hij is de juiste man om hier aan het woord te komen. Mag ik jou het woord geven, Wim? Dank je wel, Ruud, voor de inleiding. Zou je kunnen proberen iets sneller door de slides heen te gaan, omdat we anders zullen uitlopen? Ik zal proberen er enkele van te doen. Ja, om wat tijd te winnen.
Goed, dus we gaan over modellering babbelen. Hè. Dat is een topic die nog niet aan bod is gekomen, maar wel heel relevant is, gezien de complexiteit van die processen en gezien de lage concentraties, hè, van alle stofjes die erin zitten en de mogelijke bijwerkingen enzovoort. Dus ons bedrijf, AM Team, heeft een model opgesteld. Een viertal jaar geleden zijn we daarmee begonnen. We hebben daar 4 jaar lang aan gewerkt. En uiteindelijk is dat Amazone geworden. Hè. Dus Amazone is ons computermodel, een procesmodel eigenlijk om de prestaties van een ozonproces te gaan voorspellen. Ik ga even wat praktijkvoorbeelden, hè, want deze presentatie is echt wel gericht op de praktijkvoorbeelden daarvan. Ik heb vooral gefocust op Nederland. Die ga ik belichten, maar eerst en vooral ga ik eerst even kort modelleren inleiden om iedereen toch wel mee te krijgen in het verhaal, zodat het geen abstract gegeven is. Hè. Dus de topics is, hè, waarom zou je nu eigenlijk gaan modelleren? Hoe werkt het nu juist? Enkele slides daarover en dan gaan we vooral over de voorbeelden babbelen. Dus waarom zou je modelleren? Wel, als je kijkt naar ozonisatie zien we eigenlijk drie grote toepassingen. Enerzijds heb je de verkenning, dus mensen, utilities, dus eigenlijk de waterschappen die verkennend zijn, welke technologie gaan we nu gaan inzetten? Actieve kool, ozon enzovoort. Typisch worden dan in die fase pilots gedaan. Die kunnen toch wel maanden tot meer dan een jaar duren met heel wat analyses. In die verkenningsfase kunnen we eigenlijk modellen gaan inzetten om het piloting terug te dringen, ferm te reduceren of eigenlijk volledig om over te slaan en te vervangen door een computerstudie. Dat noemen wij virtual piloting. En daar kan je eigenlijk in die fase de kernvragen zijn. Wat zal de verwijdering zijn van die micro's in ons water? Wat is risico bromaat? Welke dosering of ongeveer de kosten? Wat zal dat zijn? Ik ga daar een voorbeeldje van geven van waterschap De Dommel. Tweede fase is natuurlijk het ontwerp. Hè. Als je dan beslist hebt om een ozonisatiestap te zetten, dan ga je gaan ontwerpen. Enerzijds, eerste fase is conceptueel ontwerp, grote sizing, dus de dimensionering. En dan ga je naar gedetailleerd ontwerp. De gedetailleerd zijn andere vragen. Waar ga je die baffel of dat muurtje gaan zetten? Kunnen we die injectie nog iets verbeteren enzovoort? Dus dat zijn vragen rond ontwerp, menging, hoe en waar doseren, dimensionering. Ik ga daar een voorbeeldje van laten zien bij Delfland. En dan, als je dan begint te opereren, hè, je hebt dan je ozoninstallatie gezet, zijn er nog andere vragen, dan wil je gaan monitoren en gaan sturen. Monitoren is heel relevant, want microverontreinigingen of bromaat bijvoorbeeld kan je niet online gaan meten, maar iedereen is wel geïnteresseerd daarin. Dus kan je eigenlijk bijvoorbeeld elke minuut een datapunt verkrijgen daarvan. Dan spreken wij over een digital twin. En dan wordt eigenlijk hetzelfde model ingezet om eigenlijk online te gaan monitoren. Ik ga daar terug op komen hè, met die case die Ronald al aangehaalde, die samenwerking tussen PBN en HNK. Ja. Dus hoe werkt het juist, een model? Wel, eigenlijk kan je ozonisatie samenvatten in, op deze slide, min of meer toch. Hè. Bij ozonisatie doen twee dingen al het werk. Dat is ozon en de hydroxylradicaal. Als je ozon toevoegt, krijg je automatisch hydroxylradicaal. In effluent is dat aanzienlijk, hè, meer dan drinkwater. Wat goed is, is dat beiden de verwijdering van de micro's zullen bewerkstelligen. Hè, dus die vallen uit elkaar. Dat zijn de mechanismen hè, van de oxidatie. Wat is minder goed, is dat je bromaatvorming kan hebben. Dus bromide wordt geoxideerd naar bromaat. Zowel ozon als hydroxylradicalen zijn even belangrijk. Het hangt af van de matrix, maar je kan stellen dat ze even belangrijk zijn in beiden. Links en rechts. Dus de kern van de zaak is, als je een model wil bouwen, en die vraag hebben wij ons moeten stellen enkele jaren geleden, de kern van de zaak is, dan moet je eigenlijk die ozon en die hydroxylradicalen kunnen gaan voorspellen. Dat is de kern van de zaak. En hoe werkt dat juist? Enerzijds heb je input data die matrix afhankelijk is. Iedereen heeft een andere DOC, een andere UV-absorptie. Microverontreinigingen die interessant zijn, kunnen afwijken. In Nederland hebben wij nu een lijst van 11 of 19. Bromideconcentraties, carbonaten, pH, ammonium, nitriet. En dan heb je je procesinstellingen. Hoeveel ozon zal je doseren? Ga je peroxide gaan doseren? En welk volume en debieten ga je gaan toepassen? Dat gooi je in een set van wiskundige vergelijkingen. Ik ga er niet in detail gaan, maar die zien er eigenlijk zo uit. Hè. Dat zijn differentiaalvergelijkingen. Die beschrijven de verandering van een concentratie als functie van de tijd. Bijvoorbeeld diclofenac, dat is een farmaceutisch product. Hier staat een minnetje, dus dat wil zeggen dat die concentratie zal afnemen. Dan weten wij allemaal dat die geoxideerd wordt. Bromaat heeft een plus, dus die wordt geproduceerd. Dat zijn eigenlijk de massabalansen, dus die gaan rekening houden met al die settings hier.
Er zit heel wat chemie achter. Hè? En dan ga je de ozonafbraak, de verwijdering van die componenten, bromaatvorming, OPEX, hè, dus kosten, ook gaan voorspellen en veel andere variabelen. Dat komt er dan uit. En die output ga je dan gaan gebruiken om beter te gaan ontwerpen en beter je bedrijfsvoering op punt te hebben. Dus aan de voorkant ziet het model er eigenlijk zo uit. Je hebt een computerscherm. Hier heb je je virtuele plant. Ja, dat is een virtuele ozonreactor met wat reactorcompartimenten. En dan zie je voorspellingen bijvoorbeeld van bromaat als functie van de tijd. Dit is in dit geval 18 dagen. En aan de achterkant zit er heel wat chemie in. Je kan zien dat er heel wat chemische vergelijkingen in zitten in dat model. Ik heb nu heel weinig tijd om daarover in te gaan, maar bij de vragen kan je er zeker meer over stellen. Carbonaten, peroxide, reacties met ammonium, dat zit er eigenlijk allemaal in. Stapsgewijs opgebouwd. Ik kan ook nog met blijdschap melden dat we eigenlijk vorige week met het model de Water Europe Innovation Award gewonnen hebben. Maar dat komt eigenlijk vooral, ik wil vooral onze partners daarvoor bedanken, omdat dat toch wel door mooie samenwerkingen is gebeurd. Nu, wij zijn eraan gestart in 2017, hè, zoals ik al gezegd heb. Twee goede partners in dat verhaal waren HRSD in de Verenigde Staten. Een zeer groot waterhergebruikproject, waar ze eigenlijk afvalwater gaan omzetten in drinkwater. Ze gaan daar wel de injectie in de grondwatertafel doen. Heel groot project. En die hebben ons eigenlijk gevraagd, kunnen jullie een model opstellen dat eigenlijk onze ontwerp kan assisteren? Anderzijds hebben we met Dunea, en dat is aan de drinkwaterkant, ook gewerkt rond hun plant in Bergambacht. En je kan eigenlijk op die grafieken hier allemaal zien wat we zoal gedaan hebben. Vooral het model op punt gesteld natuurlijk. Hè. En dan kan je gaan zien dat de voorspellingen de blauwe balkjes zijn. De gemeten data zijn de groene balkjes. En links is bromaat, rechts zijn de micro's, die vooral interessant zijn voor diepe partijen. In Amerika is dat vooral 1,4-dioxaan. In Nederland zijn dat dan weer andere. En dan zie je dat die verwijderingen sterk afwijken, hè, per component, maar dat het model wel mooi die trends meeneemt. Daar hebben we eigenlijk wel wat aan moeten werken, hè, om dat zo goed te krijgen. En anderzijds kan je dan ook bijvoorbeeld settings gaan veranderen. Hè. Peroxide, ozonratio's enzovoort, enzovoort. Goed, we gaan naar de voorbeelden. Wat is het meest interessante deel hier? Hè? Technologiekeuze. Dus dat is een voorbeeldje van Waterschap de Dommel. We hebben met Ruud en de collega's samengewerkt hier rond Soerendonk, Eindhoven en Hapert. Drie volledig andere zuiveringen, of toch wel anders op vlak van bromide bijvoorbeeld. Hè? Die kan je hier zien in die tabel. Soerendonk heeft redelijk hoog bromidegehaltes, terwijl Hapert eigenlijk en Eindhoven aan de lagere kant zitten. Dus bij Soerendonk bijvoorbeeld heb je toch wel iets meer risico op bromaat als je dat niet goed gaat aanpakken. En voor die plants hebben wij een model gebouwd. Zo ziet dat eruit. Eigenlijk zie je dat is een zijstroomreactor, maar we hebben ook bellenkolommen getest. Maar hier zie je eigenlijk de zijstroom. Hè. Een deeltje van de hoofdstroom wordt afgetakt. Daar steek je je ozon in. Die breng je dan terug. En dan ga je door de reactor. Eigenlijk mag je dat echt wel vergelijken met een echte ozonplant, want er zitten ook procescontroles op. Hè. Dat zijn PID-controls. Dat zit er eigenlijk allemaal op. Dus wat breng je daar dan in? Uw data. Dat is de plant-specifieke data. Bijvoorbeeld, dit is de data van Eindhoven. Hè. Dat is 40 dagen van monitoringdata, debiet, de UV254, dat is de absorptie, de DOC, ammonium. Dat varieert in de tijd. Hè. Dat is net afvalwater en effluent. Dat varieert veel meer dan drinkwater. En dan gaan wij ook enkele stalen naar labo sturen, waar ozontesten worden op uitgevoerd. Hier zie je eigenlijk de ozonafbraak als functie van de tijd, op een van de stalen van de plants, in dit geval Eindhoven. En dan zie je ook de bromaatvorming als functie van de tijd. Er zit wel een onzekerheid op, want je ziet dat zijn duplo-testen, maar toch is dat heel moeilijk om die eigenlijk perfect te krijgen in het labo. Dus daar zit wel wat onzekerheid. En dan doen we eigenlijk een modelcalibratie op die specifieke matrix. Als dat model gecalibreerd is, kunnen wij de what-als-scenario's gaan testen. En dan kunnen we eigenlijk voor al die doelstoffen, dit zijn er 19, de verwijdering gaan bekijken. Hè. Dit is de verwijdering van al die stofjes apart. Je kan bijvoorbeeld ook zien dat er componenten tussen zitten die eigenlijk Martin al vernoemde, hè, die moeilijk te verwijderen zijn. Bijvoorbeeld metoprolol, hè, ik zeg maar iets, of andere, die moeilijker met ozon reageren. En dan kunnen wij eigenlijk met dat model heel makkelijk scenario's gaan testen. Ozondosering gaan aanpassen, ozon-DOC-ratio's, debiet proportioneel. We hebben eigenlijk 9 getest, hoor, maar ik heb eigenlijk wat afgeknipt om het simpel te maken. En dan kan je eigenlijk gaan zien hoeveel componenten zitten boven de verwijderingsthreshold. Bijvoorbeeld 70%.
We hebben dan ook gekeken naar het verschil tussen bellacolom en zijstroominjectie. En over het algemeen kunnen wij wel stellen, dat zijn toch wel onze ervaringen, dat in secundair effluent, ik spreek niet over drinkwater, in secundair effluent dat bellacolommen over het algemeen toch wel aanzienlijk minder bromaat vormen. Of dat het toch veel makkelijker te bereiken is. Dat is een belangrijk punt. Er zijn heel veel redenen achter, maar hier zie je die verschillen toch wel sterk, per scenario. Ik ga nu naar een voorbeeldje van ontwerp. Hè. Ik wil u een beetje verschillende voorbeelden tonen, daarom ga ik niet heel diep hier. Een voorbeeldje van ontwerp, samen met Delfond, Xylem en Sweco. Dat was eigenlijk een heel mooie samenwerking in dit consortium. Patricia gaat straks ook nog iets vertellen in dit webinar. Je ziet eigenlijk een soort reactor hier, een plugflow reactor, die modelleren we dan als volgt. Hè. Je ziet die slang hier ook komen. Dan kun je eigenlijk terug scenario's gaan testen. We hebben in dat geval een simulatie uitgevoerd met verschillende strategieën om bromaat te onderdrukken. Ik ga niet te veel in detail gaan, hè, maar één daarvan is bijvoorbeeld peroxide gaan doseren. En dan zie je dat die scenario's toch wel een onderdrukking geven als je die blauwe curve vergelijkt met die rode of die groene. Dus dit is de bromaatconcentratie als functie van de tijd. Die varieert enorm, want je ziet eigenlijk, en ik ga terug naar Eindhoven nu, hè. Waarom varieert bromaat zo doorheen de tijd? Dat heeft verschillende oorzaken, maar ammonium is een zeer belangrijke. En ammonium, dan kan je eigenlijk mooi zien, die correlaties. Als ammonium hoger gaat, gaat je bromaat naar beneden. Als ammonium zeer laag gaat, maar ik spreek over zeer laag, en typisch is dat onder de 0,5 milligram per liter, dan zal je bromaat toch wel de lucht ingaan. Belangrijke vondst, want dat heeft wel een implicatie op suggesties voor verbetering van de biologische zuivering. Dan kan je eigenlijk ook de residuele ozonconcentraties gaan bekijken als je je reactorvolumes gaat veranderen. Maar ik ga hier overgaan om wat tijd te winnen. Dan gaan we naar de digital twins. En Ronald heeft daar eigenlijk al iets over gezegd. Die digital twin op Wervershoofd staat nog niet in operatie. Daarom ga ik eerst naar Zweden. En dat is eigenlijk een digital twin van de eerste full-scale plant in Zweden. Daar zijn ze dus ook rond micro's bezig. En je ziet eigenlijk dat je met die digital twin... Dit is een offline digital twin, dus die draait niet in real-time met de echte zuivering. Maar dan kan je mooi die micro's als functie van de tijd voor een gans jaar of in real-time gaan voorspellen. Bijvoorbeeld in dit geval is dat gababen 10. En dan kan je natuurlijk ook veel meer micro's of farmaceutische producten gaan simuleren dan dat je kan meten. Want zij konden er eigenlijk 8 meten. Uiteindelijk kunnen wij er 100 of 150 gaan simuleren. Dus dat is ook wel een mooie meerwaarde. Dus wat willen we dan gaan doen op Wervershoofd? Er zijn eigenlijk 3 digital twins in één project. Hè. Ronald heeft er al over gesproken. 2 straten van 350 kubieke meter per uur met verschillende injectiesystemen. Dan hebben wij een pilot van PWN. En wij gaan eigenlijk wel de laatste geheimen die ozon heeft, proberen blootleggen. Dat betekent enerzijds gaan wij in 3D die reactoren gaan simuleren met CFD, maar gekoppeld met het Amazon-model. Dan kunnen wij niet alleen enkel de menging zien, maar ook de bromaatvorming. Typisch zie je in reactoren dus bijvoorbeeld hotspots van bromaat. Dat is geen perfect gemengd systeem en die menging speelt een belangrijke rol in de bromaatvorming. En anderzijds gaan wij dus ook een real-time digital twin hebben die per minuut de waarde van de microverontreinigingen gaat geven aan bromaat. Dus dat willen we eigenlijk wel gaan bewerkstelligen. Over dit project willen wij wel heel veel communiceren ook, dus daar komen wij zeker nog op terug. Dat zal wereldwijd uniek zijn, want dat is echt wel een real-time koppeling van een model met een echte zuivering. Dat brengt ons tot de conclusies. Dus simulatie laat ons eigenlijk toe om te testen wat je niet kan testen in het echt. Hè. Voorspellen wat je niet kan meten met sensoren. En ook wel leren wat nog ongekend was. Want we hebben toch wel heel veel geleerd nog over het ozonproces. Wij willen eigenlijk pilottesten gaan verminderen of vervangen. Hè. En daar zijn we eigenlijk mee bezig. Bijvoorbeeld bij Waterschap de Dommel, dat is een heel mooi voorbeeld. Dat leidt toch wel tot tijdswinsten van meer dan een jaar en honderdduizenden euro's. Als je analytische kost in rekening brengt. En dan kan je eigenlijk ook beter gaan ontwerpen en sturen. Hè. Daar willen wij ook naartoe, zeker met de digital twins. Momenteel wordt ons model toegepast in de VS, waar het vooral gedreven is door waterhergebruik. En in Europa is het vooral gedreven door de verwijdering van micro's. Oké, dus bedankt iedereen voor de aandacht. Ik wil hierbij ook nog even onze partners en al onze klanten bedanken die eigenlijk deel van dit project geweest zijn en nog altijd zijn. Dus meer informatie, stuur me gerust een e-mailtje. Bedankt. Hartelijk dank voor deze uitvoerige
informatie, Wim, nou goed, we zijn er zelf ook bij betrokken. Modellering geeft echt heel veel voordelen, dus we zijn heel blij met deze ontwikkeling. Zoals ik net al een beetje aangaf, we beginnen een beetje uit de tijd te lopen. Dus het voorstel is dat we dit vragenblok overslaan en direct doorgaan naar het laatste blok, waarbij we een aantal nieuwe technologieën uit het innovatieprogramma gaan presenteren. En daar wil ik beginnen met Nelis. Die werkt als procesengineer bij Pure Blue Water. En die gaat ons iets vertellen over de mooie technologie die zij hebben uitgedokterd om, gegeven de kennis uit het verleden, een nog efficiënter proces te verzinnen. Nelis, mag ik jou het woord geven? Hartelijk bedankt, Ruud, voor de introductie. En goedemiddag, iedereen. Mijn naam is Nelis de Roek en ik heb het genoegen om het derde en laatste luik van dit webinar op gang te trappen. En dat ga ik meteen doen met een knaller van formaat. Een knaller genaamd Microforce. Microforce is eigenlijk een ontwikkeling van Pure Blue Water. En voor zij die ons nog niet kennen, wij zijn een watertechnologiebedrijf gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen, helemaal in het tropische zuiden van Nederland. En wij zijn een bedrijf met een zeer uitgesproken missie. We willen het water terugbrengen naar de natuur, zoals we het ook van de natuur ontleend hebben. En daarvoor bouwen wij, niet enkel bouwen, maar ook ontwikkelen en engineeren wij afvalwaterbehandelingssystemen. Dat doen we uiteraard niet alleen. We krijgen de hulp van verschillende universiteiten, zowel in Nederland als in België, maar ook onderzoeksinstituten, waterschappen en ook heel wat expertise uit de privésector uiteraard. Als ik microforce zeg, dan zeg ik eigenlijk ozonisatie in combinatie met een biologische oxidatie. Dat zijn eigenlijk twee processen die niet enkel naast elkaar bestaan, maar ze zitten letterlijk in elkaar verweven, hè, microforce. We gaan het beste van de twee werelden gaan combineren. Ze gaan elkaar eigenlijk gaan versterken. En zo hebben we de zeer sterke oxidatieve eigenschappen van ozon, die dus recalcitrante organische micropolluenten zullen biodegradeerbaar gaan maken. En dan hebben we eigenlijk de biologische, de meer duurzame zuivering die de rest van het werk zal opknappen. Op die manier slagen we er eigenlijk in om ongeveer 50% van onze ozon te gaan besparen. We zitten dus op ongeveer een dosis die tussen de 0,2 en 0,4 gram ozon per gram DOC zal liggen. En omwille van het feit dat we minder ozon gebruiken, zullen we uiteraard ook minder desinfectiebijproducten maken. Dus minder bromaat bijvoorbeeld, al een aantal keer aan bod gekomen in dit webinar. Maar ook een lagere CO2-footprint, energiegebruik en total cost of ownership die daarmee gepaard gaan. Een ander belangrijk speerpunt van Microforce is dat wij, en niet enkel van Microforce, maar eigenlijk van al onze producten, is dat wij steeds streven naar compactheid en modulariteit. De gestandaardiseerde systemen die plug-and-play zijn, transporteerbaar, en ook gemakkelijk up en down te scalen. En tot slot, eigenlijk door het feit dat wij ook een biologische oxidatie in ons systeem hebben, zorgen we er eigenlijk ook voor dat er een extra verwijdering van nutriënten zal plaatsvinden en ook uitspoelende deeltjes van de nabezinktanken. Dus eigenlijk de scavengers die er zullen inzitten, die worden eigenlijk automatisch ook verwijderd. Goed, als we nu even heel beknopt gaan focussen op het proces Microforce, dan valt eigenlijk al direct op dat wij werken met twee in serie geschakelde reactoren, die op hun beurt elk nog eens te zijn onder de verdeler in twee aparte compartimenten, telkens een ozonisatiecompartiment en een horizontale biofiltratie. Als we even het proces volgen, dus het water komt eigenlijk aan de linkerkant binnen, dat is het effluent van de nabezinktank van de RWZI. Het water wordt voor het eerst in contact gebracht met ozon. Dat kan op verschillende manieren. We denken aan Venturi-nozzelsystemen, maar het komt ook in andere smaken. We denken ook aan roterende keramische schijven bijvoorbeeld. En op dit moment zijn we zelf ook bezig met een volledig eigen ontwikkeling. Dus dat zijn ook spannende tijden die er zitten aan te komen. Dus als het water voor het eerst in contact is gekomen met ozon, dan komt het water eigenlijk direct terecht in een biofilmreactor. We werken dus met biofilm op dragertechnologie. Dus dat dragermateriaal heeft een heel hoge specifieke oppervlakte, dus heel veel oppervlakte om voor de biofilm om te gaan koloniseren. Dus we kunnen heel specifieke biofilm gaan opkweken die zich zal gaan voeden met de metabolieten die worden gevormd in het ozonisatieproces. Goed, van zodra het water door een eerste tank is
is gestroomd, dan gaan we eigenlijk direct het proces nog eens gaan overdoen. Er zijn er dus twee in serie. Waarom werken we eigenlijk met twee reactoren in serie? Wel, het is logisch. Op die manier slagen we er eigenlijk in om onze ozondosis eigenlijk nog te gaan verdelen. Dat is ook een onderzoek geweest van de EM-team. Ze hebben ook eigenlijk aan kunnen tonen dat als we de ozondosis kunnen gaan verdelen en dus telkens meerdere malen een lagere ozondosis te voeden, dat we eigenlijk de bromaatvorming ook kunnen gaan drukken. En een ander voordeel van een serie te werken is dat we eigenlijk telkens de biofilm zodanig kunnen gaan specialiseren in de metabolieten die worden gevormd in het ozonproces dat daaraan vooraf gaat. Oké. Dus nog even terzijde, de ozon die wij gaan opwerken wordt ook opgewekt door een modulaire ozongenerator van Zweedse makelij. Dat is Primus, onze partner. En ter info, wij zullen ook voor de kleinere RWZT's zullen wij steeds werken met in situ opgewekt zuurstof, met een in situ PSA zuurstofgenerator. Waarom? Uit ons onderzoek is eigenlijk ook gebleken dat dat toch duurzamer lijkt, hè, als we kijken naar CO2-footprint en ook in vele gevallen goedkoper. Dus dat is ook een eigenschap van Microforce. En uiteraard zal er zo net zoals bij standaard ozonisatiesystemen ook een afgasbehandeling zijn met een ontvochtiger en een ozonafgasdestructiemodule. Goed, Microforce is dus onderdeel van het IPMV 2020, geselecteerd om deel te nemen aan de haalbaarheidsstudie. De haalbaarheidsstudie is op dit moment lopende en daar worden natuurlijk een aantal vragen voor gedefinieerd. De hamvraag is eigenlijk te herleiden tot de volgende: kunnen we meer doen met minder? Hè? Kan Microforce meer organische micropolluenten verwijderen met minder ozon? Hè? En dus ook met minder kosten, met minder energie en dus ook een lagere CO2-footprint. Daarnaast hebben we ook onderzocht, kijk, we hebben Microforce, we spreken over modulariteit, hoe kunnen we dat nu best gaan inzetten op de RWZT's in Nederland? Dus dat hebben we tot nu toe ook onderzocht. Even heel kort, waar komt het idee Microforce eigenlijk vandaan? Wel, het is zo dat wij een TKI-onderzoek hebben uitgevoerd tussen 2014 en 2016 in samenwerking met onze partner KWR. Dat was op de RWZT in Panheel en toen gingen we eigenlijk op zoek naar voorbehandelingsmethodes voor AOP-processen, UV-peroxide bijvoorbeeld, om verwijderingsrendementen van API's te gaan optimaliseren. En toen hebben we eigenlijk een van die voorbehandelingsstrategieën was eigenlijk om ozon en biofiltratie toe te passen. En op dat moment hebben we eigenlijk geleerd dat zelfs bij heel lage ozondosissen kon ozon en biofiltratie eigenlijk al stand-alone methode gebruikt worden voor die medicijnresten te gaan behandelen. En op die manier, dat was eigenlijk een beetje de grondslag om verder te gaan ontwikkelen aan Microforce. Goed, ik ga meteen de resultaten. De haalbaarheidsstudie is op dit moment afgerond. En ik kan jullie met blijdschap de volgende resultaten delen. Op zich, als we kijken naar CO2-footprint en total cost of ownership, dan zien we eigenlijk dat we een reductie van ongeveer 60% ten opzichte van de standaardtechniek, wat bij ons de referentietechnologie ozon- en zandfiltratie is. Dus we kunnen ongeveer 60% zakken. En dus heel wat besparingen op dat vlak. En als we kijken naar het verwijderingsrendement, dan zien we toch dat die zelf 85-95% kan zijn. Maar ook daar sky is the limit. Maar het zal alleszins hoger zijn dan de referentietechnologie zoals we die tot nu toe kennen. Goed, tot slot wil ik je ook een heel korte sneak peek geven over hoe wij de Microforce willen inzetten op de RWZT's in Nederland. Wij hebben daarvoor een productlijn gedefinieerd. Zoals ik daarnet al aangaf, wij streven naar modulariteit, standaardisatie. Dus wij zijn direct gaan nadenken van kijk, we kunnen verschillende types, verschillende formaten gaan definiëren. Hè? En dan hebben we even bekeken en zelf, als we naar de rechter de pie chart kijken, dan zien we eigenlijk dat we met drie verschillende types of drie verschillende formaten al direct 85% van de RWZT's kunnen gaan bedienen. Hè. Dus dat is eigenlijk heel praktisch. Dat is eigenlijk een voordeel van die modulariteit van Microforce. Dan ben ik eigenlijk al aan de laatste slide van mijn presentatie gekomen. Ik hoop dat ik nog binnen de tijd ben, maar wat wil ik nu dat jullie onthouden en mee naar huis nemen als jullie nog niet thuis zouden zijn. Microforce die scoort dus uitstekend op CO2-footprint en TCO en total cost of ownership. Dat is een van de belangrijkste criteria van het IPMV. We bereiken meer dan 85% aan verwijdering van organische micropolluenten, zelfs aan zeer lage dosis. We spreken tussen 0,3 en 0,4 gram ozon per gram DOC. Dus best laag.
die modulariteit heel belangrijk in ons systeem. Ja, we kunnen dus het heel gemakkelijk gaan inzetten op de RWZT's in Nederland. Uiteraard hebben we ook geleerd tijdens deze haalbaarheid dat er een aantal dingen zijn die nog niet helemaal duidelijk zijn. Enerzijds, we hebben het daarnet ook gezien in de presentatie van Martijn, dat ozonisatie niet altijd even goed scoort op de verwijdering van röntgencontrastmiddelen. Dat is ook een puntje dat nog onduidelijk is voor ons. En daarnaast ook, ja, wat is nu eigenlijk de beste ozoninbrengmethode ten opzichte van de vorming van desinfectiebijproducten, bijvoorbeeld bromaten, zijn er daar nog slagen te halen? Dus in ons vervolgonderzoek is natuurlijk onze wens om ook te gaan upscalen naar een pilot op een RWZI in Nederland. Daarnaast zal ook een LCA-studie uitgevoerd worden door onze partner KWR. En ja, tot slot willen we ook heel graag een digital twin laten maken van Microforce, met in het bijzonder natuurlijk de modellering van het ozonisatiecompartiment. Dus ja, ik denk dat het EM-team ook hun handen zal vol hebben dit jaar op dat vlak. Dus ja, dat was het voor nu. Bedankt voor jullie aandacht. En mochten jullie vragen hebben, ja, neem dan gerust contact op. Mijn adresgegevens staan hier aan rechts onderaan. Dank je wel. Prima. Dank je wel, Nelis, voor jouw presentatie. Net niet helemaal binnen de 8 minuten, maar het blijft natuurlijk altijd interessante informatie om met iedereen te delen. Ik wil dan snel doorgaan naar de volgende presentatie, BO3-technologie van Arnoud de Wild, die we al eerder hebben gezien. Dus dan sla ik de introductie over en geef ik meteen het woord aan jou, Arnoud. Dankjewel, Ruud. De BO3-technologie. Ik wil je vandaag meenemen in een technologie die recent in het innovatieprogramma is opgenomen en die we momenteel aan het onderzoeken zijn. En het draait allemaal om de synergie tussen biologie en chemie. We beginnen op het effluent van een huidige RST. Dat effluent dat bevat medicijnresten en andere vervelende microverontreinigingen, waar we het vandaag al veel over hebben gehad. Dat bevat daarnaast ook nog wat restjes stikstofverbindingen en voornamelijk ook vrij veel, zeker in relatie tot de microverontreinigingen, DOC, ofwel organisch materiaal. En dat laatste is vooral van belang op de oxidatie van de microverontreinigingen, want eigenlijk schieten we met een gigantische kanon op een kleine mug en hebben we vooral heel veel last van al die DOC die aanwezig is. Nou, wat behelst de BO3-technologie? Dat is een eerste biologische stap om met name de DOC te verlagen. We proberen met behulp van micro-organismen de DOC-afbraak te bewerkstelligen. En passant hebben we ook al gezien, vindt er verwijdering van medicijnresten plaats en vindt er ook nog oxidatie van enkele stikstofcomponenten plaats. Wat zeker in het geval van de oxidatie van nitriet tot nitraat positief werkt op de oxidatie. Verwijdering DOC in micro's is het voornaamste. En daardoor kunnen wij een ozonreactor in met een lagere ozondosering. Er zijn minder DOC-moleculen aanwezig. Er zijn ook wat minder micro's aanwezig. En dat samen zorgt ervoor dat er een verlaagde ozonconcentratie nodig is. Om de biorecalcitrante micro's wel af te breken. Nou, die synergie die resulteert in minder ozon wat je in het proces hoeft te stoppen. Daarmee minder CO2 en daarmee ook minder bromaat. En ook minder kosten. En uiteindelijk een lozing van een water wat nog een beetje DOC bevat, nog wat nitraat bevat en bijna geen medicijnresten meer. De ontwikkeling van de technologie, ingestoken als BO3B, met eventueel nog een tweede biologische reactor erachter, die laat ik nu even achterwege, want in het IPMV hebben we het over de BO3-technologie. We zijn in 2016 begonnen aan de Wageningen Universiteit met de eerste lab-experimenten. Dat heeft geresulteerd in 2018 tot een publicatie van het Proof of Principle. Die is zowaar beloond met de Jaap van de Graafprijs het volgende jaar. En dat was voldoende om met het project door te gaan. En vanaf 2018 zijn we een TKI-project aangegaan. Dat is de PhD-thesis van Koen van Gijn, rechts in beeld. Waarbij de Wageningen Universiteit samen met Royal Haskoning DNV de technologie verder onderzoeken. In deze setting, dus in een nageschakelde technologie, eerst een biologie, dan een ozon en optioneel nog een tweede biologie erachteraan. Nou, we zijn nog bezig met de studies, er lopen heel veel onderzoekstrajecten nog, dus ik kan jullie wat resultaten van het voorlopige labonderzoek laten zien, wat afgerond is.
We voeren testen uit, continu testen op het effluent van RWC Bennekom. Dat komt continu binnen, dus we hebben gewoon echt met vers afvalwater van doen. Daarbij zit een DOC van ongeveer 10 milligram per liter en een CZV van ongeveer 25 milligram per liter. We zien dat over langere tijd de DOC-verwijdering in de eerste biologische reactor zeer stabiel is. En we hebben dus ook over meerdere jaren hele stabiele labresultaten weten te bereiken. De DOC-verwijdering is afhankelijk van de instellingen die we variëren tot zo'n 50%. En de SUVA, de specifieke UV-absorptie bij 254 nanometer, is zelfs tot 60%. Beide zijn de parameters waarop je een ozonreactor zou kunnen aansturen. Voor de onderzochte stoffen, en dat is niet een volledige lijst aan gitstoffen, maar wel een brede selectie microverontreinigingen, zien we over het gehele proces zo'n 85% verwijdering. Daarbij is het ozonverbruik zo'n 50 tot 75% lager ten opzichte van een conventionele ozoninstallatie. En we hebben ook kunnen aantonen middels de Daphnia microtox en algetox testen dat het effluent niet meer toxisch is. Nou, wat zijn we nu nog aan het doen? We zijn de labtesten aan het vervolgen. De PhD is nog een half jaar tot een jaar bezig. We doen momenteel zogenaamde mesocosm-testen. Daarin testen we in een totaal ecosysteem het effect van het effluent op het hele ecosysteem. Dus dat is niet één bioassay, dat is een systeem, daar zitten meerdere beestjes in, om op het geheel en ook op de samenhang van het ecosysteem de effecten te kunnen zien. Uiteraard optimaliseren we de technologie verder. We zijn bezig met allemaal parameters waar nog aan gedraaid kan worden. Parallel daaraan zijn we bezig met de afronding van de haalbaarheidsstudie binnen het IPMV en hopen we op een go om uiteindelijk tot een pilottest over te gaan. We hopen dat de haalbaarheidsstudie in het najaar is afgerond en dat we dan, als alles mee zit, groen licht krijgen om naar een pilot door te gaan. Hiermee wil ik eindigen, Ruud, en geef ik het woord weer aan jou terug. Ja, nou, dankjewel voor jouw snelle presentatie. Ik mag wel zeggen, je bent zelfs iets ingelopen in de tijd, terwijl je toch een hele mooie technologie hebt laten zien met veel potentie. Wat dat betreft wil ik graag snel doorgaan naar onze volgende en laatste presentatie, waarbij ik Patricia Klevering het woord wil geven. En die gaat ons iets vertellen over ultrasound en combinatie met ozon. Patricia, de floor is yours. Ja, dankjewel Ruud. Mijn presentatie gaat... Oh, ik heb nog niet gedeeld. Ja, mijn presentatie gaat over de combinatie van ultrasound en ozon als technologie voor de verwijdering van microverontreinigingen. In 2019 en 2020 hebben we een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze is gepubliceerd als een STOA-rapport met het nummer 2020-24. En dit jaar voeren we een pilotonderzoek uit met leverancier USONIC. De gastheerlocatie voor deze pilot is RWC Winterswijk van Waterschap Rijn en IJssel. Eerst wil ik wat vertellen over de technologie. Dit is een gepatenteerd geavanceerde ozontechnologie. Het influent van de zuivering wordt door een buisvormige reactor geleid, met opeenvolgende toevoeging van ultrasound, ozon en vervolgens nog een keer ultrasound. Het inbrengen en mengen van de ozon gebeurt ook weer met een gepatenteerd mengsysteem. Daarin worden ook hele fijne bellen snel opgemengd in de reactor. Dat zie je in het middelste plaatje van het middelste deel van het plaatje. De totale reactietijd in dit systeem is kleiner dan 1 minuut. En dus veel korter dan klassieke ozon, waar eigenlijk ongeveer 15 minuten als standaard ontwerpwaarde geldt. Doordat we ultrasound toevoegen aan ozon, breken ook lastigere verbindingen open. Neemt de gasvloeistofoverdracht toe en wordt het uiteenvallen van ozon versneld, waardoor een hogere radicale reactiviteit ontstaat. De voordelen van de technologie zijn daarom ook dat de ozonisatie efficiënter verloopt, waardoor een lagere ozondosering nodig is voor een vergelijkbaar rendement als bij klassieke ozon toepassing. We hebben dus een kortere verblijftijd en dit resulteert dan ook in een kleinere ruimtelijke voetafdruk. En daarnaast is desinfectie bewezen.
Op basis van een aantal labonderzoeken en pilotonderzoeken, zoals door de Technische Universiteit München, Hogeschool Australia op RSD Wolfsburg en ook eigen onderzoek van de leverancier in de Verenigde Staten, hebben we deze tabel in de haalbaarheidsonderzoek ingevuld. Dit zijn de standaard criteria die voor het IPMV gelden. Vergeleken met de referentie van ozon met zandfiltratie zijn de kosten vergelijkbaar. Daarbij moet ik wel zeggen dat voor een eenduidige vergelijking met ozon referentie uitgegaan is ook van zandfiltratie in combinatie met de Ultrasonic. De noodzaak van deze zandfiltratie is eigenlijk nog niet zeker. De CO2-footprint is veel gunstiger dan klassieke ozon en ook het verwijderingsrendement is hoger. Naast deze standaard criteria is ook gekeken naar een aantal andere voordelen van deze technologie. De installatie is modulair en is daarmee heel flexibel bij veranderende omstandigheden. Desinfectie met behulp van deze technologie is aangetoond in eerdere onderzoeken. Het effect op ecotoxiciteit is nog niet gemeten. Verwacht wordt dat deze vergelijkbaar is of beter dan de referentietechnologie met ozon. Er is een lagere bromaatvorming verwacht, omdat de specifieke ozondosering lager is bij deze technologie en de ozonisatie efficiënter verloopt. Zeer moeilijke stoffen kunnen ook worden afgebroken met deze technologie, waardoor de toepassing ook interessant is voor ziekenhuizen of industrie. Daarbij moet ik wel zeggen dat het ontwerp van de installatie zal moeten worden aangepast. Op dit moment zijn we bezig met een pilotonderzoek. De positieve resultaten van de haalbaarheidsstudie hebben geleid tot een go vanuit de begeleidingscommissies. Dit pilotonderzoek bestaat uit twee verschillende installaties. Met die kleinste pilot, de USO 4, onderzoeken we het verwijderingsrendement van de gitstoffen en bromaatvorming bij verschillende ozondoseringen. Omdat RST Winterswijk een lage bromideconcentratie kent, is ook gespiked met bromide tot ongeveer 1 milligram per liter, dus dat is weer heel hoog. Dit onderzoek heeft begin deze maand plaatsgevonden op de RST Winterswijk. En op de foto's zie je hoe het daaruit zag. En je ziet ook collega Amanda Vierwind aan het werk met de monsters. De linkerfoto, daar zie je links in beeld de IBC-container met het effluent. Rechts liggen de luchtflessen. Achter die elektriciteitskastje staat dan wel uit beeld de ozongenerator. En in het midden zie je het systeem met daarin de buis waarin ultrasound en ozon wordt ingebracht. Op dit moment zijn de resultaten binnen vanuit het lab en werken we ze uit. Dus we hopen na de zomer meer hierover te kunnen vertellen. Met die grote pilot, die dan na de zomer gaat plaatsvinden, onderzoeken we eigenlijk net als bij de kleinste pilot bij verschillende ozondoseringen. Daar kijken we weer naar de verwijdering van microverontreinigingen en ook bromaatvorming. Maar daarnaast kunnen we ook elektriciteitsverbruik goed representatief meten. En vooral die elektriciteitsverbruik, dat is belangrijk om de CO2-footprint goed te kunnen berekenen. Vervolgens naast die vijf instellingen gaan we een duurproef starten. Die draait een aantal weken op dezelfde instelling. En in deze duurproef meten we ook nog aanvullende parameters, zoals desinfectie, ecotoxiciteit en als het budgetair lukt, ook antibiotica-resistentie. Die resultaten uit de pilot, die vergelijken we dan weer met de haalbaarheidsstudie. En kunnen we zeggen of dat de haalbaarheidsstudie, of dat dat klopt, of dat het positiever is of negatiever. Maar dan weten we ook echt zeker dat wat de technologie kan. Dat was eigenlijk wat ik wilde vertellen. Dus dank voor jullie aandacht. En mochten er vragen zijn, ik heb mijn e-mailadres aan het begin van de presentatie staan. Dus jullie kunnen me altijd mailen voor vragen. Dankjewel Patricia voor dit
verhaal over de interessante manier om met lagere ozondoseringen toch meer beter verwijdering te hebben en hopelijk minder bromaat. Dus we kijken uit naar de resultaten van de pilot. Ja, ik ook. Dankjewel nogmaals voor de presentatie. Ik heb even met Mirabella geschakeld over de vragen. En ik begrijp dat er niet echt specifieke vragen zijn voor dit blok. Dus ik stel eigenlijk, ik wil eigenlijk aan Mirabella vragen of er nog algemene vragen zijn over het hele gebeuren. En dan zou ik ook tegelijkertijd willen vragen of de presentatoren van alle presentaties in beeld kunnen komen om dan zo nodig de vraag te beantwoorden. Maar mag ik eerst aan jou vragen, Mirabella, wat zijn de vragen? Ja, in het vorige blok was er al een vraag van Koen de Jong. En die wil die graag zelf stellen. Dus Koen, kom er maar in. Ja, dan zet het eens even allemaal aan. Dankjewel, Mirabella. Ik had even een vraag, Arnoud, voor jouw eerste presentatie nog. De oxidatieproducten. De laatste weken is er rondom PFAS weer het een en ander te doen. Hè. De European Food Safety Authority heeft een nieuwe hele lage PFAS-richtlijn voor onder andere drink- en oppervlaktewater afgegeven. Ik vroeg me af of jullie ook naar de vorming of hervorming van perfluorketens hebben gekeken vanuit polyfluoreerde verbindingen, dus de 6,2-FTS'en die naar PFHXA's en dergelijke toe gaan. Ja, dank Koen voor je vraag. Een hele terechte. Ik kreeg de vraag zeer recent al ingefluisterd via een ander kanaal. Van is dit een onderwerp wat meespeelt? Ik zal eerlijk bekennen, ondanks onze grote bagage aan expertise van externe experts en BC-leden en het screenen van alle literatuur, is het nergens naar boven gekomen. Dus het is niet iets wat bekend is als in bij de literatuur tot nu toe als typisch oxidatieproduct. Wat niet wegneemt dat het er misschien wel is. Ik heb net je mail je vraag beantwoord. Heb je informatie en vooral referenties, feiten, ratio, dan houden wij ons zeer aanbevolen om het op te nemen in de studie. Ja, die heb ik. Dan moeten we daar maar een keer een afspraak over maken. Ja, graag. Leuk. Dank je voor de vraag, Koen. Mirabella. Zijn er meer vragen? Ja, de volgende vragen die gaan eigenlijk over de sheet die Wim Oudenaert heeft laten zien. Over ammoniumgehaltes en de vorming van bromaat. En dan worden vervolgens ook allemaal conclusies getrokken over allerlei andere systemen. De vraag is eigenlijk, is dit nu ook echt aangetoond in de praktijk of is het alleen gemodelleerd? Ja, dat is een goede vraag. We hebben een model ontwikkeld met heel wat data. Hè. Dus wij zijn eigenlijk gestart in de VS, waar we eigenlijk op 4-5 verschillende zuiveringen ons model opgesteld hebben. Dan hebben wij ook zijn we naar het Katterveld gegaan en dan hebben we heel wat data ook verzameld op andere RWZT's in Europa. Nu, rond de ammonium zelf, die dynamieken, die zijn vrij recent. En die hebben we eigenlijk, ja, online moet je eigenlijk al heel veel bromaat stalen gaan nemen, nog niet kunnen aantonen. Hè. Dus dat zal wel zeker bij het HHNK-project mooi aan bod komen. Wat wij wel hebben gedaan, is met heel veel, natuurlijk mensen met heel wat ervaring uit de praktijk gesproken, onder andere Xylem, dus die heel veel van die plants bouwen, of leveren alleszins. Zij zagen echt wel correlaties, heel sterke, tussen ammonium en bromaat, maar ze hebben dat nog niet zo echt hard kunnen maken. Zo kwantitatief. Dus wij kunnen wel stellen, als we met praktijkmensen babbelen, dat het steekhoudt. Maar wij moeten dus wel, ja, wij willen de hoge resolutiedata ook wel hebben. Hè, dat we echt wel op uurbasis bijvoorbeeld, of half uurbasis, dat zou heel mooi zijn. Mochten we dat zo kunnen aantonen. Oké. Ja. In het labo is het natuurlijk wel aangetoond in batch-experimenten, maar op een full-scale plant moeten we het wel nog doen. Ja. Ja, het ging met name over, hè, als het zo heel laag komt, hè, onder de 0,5 mg/L, dat hebben een aantal mensen meteen opgeschreven, hè, dat je dan die pieken in bromaat krijgt. Nou, dat het invloed heeft, hè, dat weten we inderdaad, maar in welke mate je dat kwantitatief kan maken, dat ga je dus nog onderzoeken op Verbeschoof.
Klopt. En wat daar belangrijk is, er is een bepaald kritisch niveau van ammonium dat je moet hebben, maar dat hangt enorm af van de bromidegehalte van je water. Dus als je weinig bromide hebt, is dat ammonium, dat kritische gehalte, ook lager. Kan je lager gaan, maar als je heel veel bromide hebt, ga je meer ammonium nodig hebben. Oké. Nou, ik denk dat, dat een aantal waterschappen met hoge bromideconcentraties met spanning uitdraaien. Kijk naar de resultaten straks van Wervershoofd, Ronald. Dus we zijn heel erg benieuwd. Mirabelle, waren er nog meer vragen? Nou, dat is een vraag eigenlijk naar aanleiding van het helemaal het eerste blok. Daar werd ook een aantal keren de combinatie met peroxide genoemd. Hè? Alleen het lijkt een beetje alsof daar een tegenstelling in zat van dat juist ozon met peroxide een wat hoger rendement voor verwijdering van microverontreinigingen geeft. Maar juist voor virussen, bacteriën en dat soort zaken was het juist een lager rendement dan ozon alleen. En ja, daar waren wat vragen over. Ik zie Luc nu niet in beeld, maar zijn er ook oorzaken voor bedacht waarom dat zo was? En hoe willen jullie daar dan mee omgaan? Dat is inderdaad een hele goede vraag en dat viel ons inderdaad ook op. Het is eigenlijk een vrij vreemd resultaat, wat we niet hadden verwacht. En er is ook niet echt veel informatie over te vinden. Een van de dingen die wel opviel, was dat er wel, het is wel van belang, zeg maar, wat de volgorde is van toevoegen. En ik denk, daar moet ook echt beter naar gekeken worden, om te kijken van, hoe kan het nou dat, dat die micro-organismen eigenlijk, er zijn op zich over het algemeen zwakker dan veel chemische verbindingen. Dat die toch op een of andere manier hier de dans ontspringen. Dus echt heel veel tijd hebben we er niet ingestopt om dit nog om te kijken wat hier nou de achterliggende oorzaak van is. Maar het is inderdaad wel iets opvallends, wat eigenlijk nog wel wat aandacht behoeft. Dus ik kan hem nog niet beantwoorden. Nee, maar daarmee zeg je eigenlijk ook meteen van, goh, de conclusie trekken dat ozon, waterstofperoxide misschien niet een goede keuze is voor verwijdering van bacteriën, dat soort zaken, zeg je van, ja, daar zouden we dan eigenlijk beter naar moeten gaan kijken. Want de resultaten zijn niet zoals je verwacht had. Ik wist ook niet helemaal wat je hier kon verwachten. Over het algemeen is het natuurlijk zo dat als je meer oxidatiekracht toevoegt, dan zie je gewoon, dan leggen de bacteriën eerder het loodje. Nou, dat blijkt hier niet het geval te zijn. Dat geeft me heel duidelijk aan dat je dit soort dingen eigenlijk nooit moet aannemen, maar echt moet testen. Maar wat nou de achterliggende mechanismen hierachter zijn, daar hebben we in deze studie niet naar gekeken. Dus dat is eigenlijk een attentiepunt voor als we dit nog een keer gaan doen. En, ik kan misschien even op reageren. Het heeft te maken met het amfoteren karakter van waterstofperoxide. Die kan zowel optreden als oxidator, als reductor. En dat vindt plaats naast de microbiële slijmlaag. Dan ben je omringd met een laagje aminozuren. Dus ga er maar aan staan. Dus het is later wel te verklaren. Lambert, ik grijp even in, want ik wil nog even, ook voordat de tijd om is, vragen aan Martin en Ronald. Zijn jullie nog van plan om ozon, waterstofperoxide te testen? Of is dat verder niet meer in het programma? Het is zeker nog wel onderdeel van het programma in de Benchscale-programma. Om ook te kijken naar die verhouding tussen ozon en peroxide. Wat we in de afgelopen laatste fases van onderzoek ook hebben gezien, is dat voor die belloclon de bromaatvorming ook wel eens lager is geweest dan in eerdere proeven. En in die zin is dan ook de noodzaak om die peroxide toe te voegen lager geweest. Kijk, die bromaatvorming zal natuurlijk altijd ontzettend relevant zijn om naar te kijken van wezenlijk belang. Peroxide in combinatie met ozon zal zeker nog wel onderdeel zijn van het programma. Oké, prima. Terug naar jou, Ruud. Ja, dankjewel voor jullie antwoorden, voor jullie presentatie. En zoals eerder aangegeven, als er nog vragen zijn, of jullie nog willen beantwoorden in de chat. Voordat we helemaal aan de afsluiting van dit webinar zijn, zou ik graag even het woord willen geven aan Cora,
om een tipje van de sluier op te lichten wat ons nog te wachten staat voor de toekomst. En ja, nogmaals, sprekers, hartelijk bedankt voor jullie interessante verhalen. En we kijken uit naar de vervolgen. Ja, dankjewel Ruud. Ja, een tipje van de sluier voor de toekomst. Ik weet in ieder geval dat we nog heel veel mooie onderzoek gaan doen. En dat we graag ook de kennis graag willen blijven delen met de mensen in Nederland, maar ook internationaal. En ik heb eigenlijk één belangrijke mededeling. 3 en 4 november, dan is er, als het goed is, weer een fysieke Aquatech. En wij hebben daar in ieder geval de gelegenheid om gedurende die 2 dagen een mooi podium te vullen met het innovatieprogramma. Dus ik hoop dat we daarvoor het internationale, op een internationaal podium de voortgang van ons IPNV kunnen presenteren met z'n allen. Dus ik hoop eigenlijk een ieder in november gewoon real life weer eens een keertje te mogen ontmoeten. Om daar verder te gaan over die onderwerpen en alles wat er nu gebeurt in het IPNV. Met alle mooie resultaten en de pilots en alle kennis die we vergaren. Ik vond het vandaag een hele mooie dag, of een heel mooi webinar. We hebben volgens mij heel veel mooie onderzoeken gezien vanuit IPNV, maar ook allerlei andere onderzoeken. Ik wil heel graag alle sprekers bedanken, Ruud voor zijn voorzitterschap en Mirabelle natuurlijk en Waterprof ook voor de technische ondersteuning. En nou, ik net wat ik zeg van tot hopelijk in ieder geval in november. En ik wens jullie veel gezondheid toe, een mooie zomervakantie en tot ziens. Volgens mij zijn